Nou, in ieder geval iedereen welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat we weer door kunnen met onze lezingen en dat we weer wat mensen in de zaal ook hebben, ondanks corona. En ook fijn dat we weer aan de gang kunnen, ondanks alle toetsweken en de vakanties die we gehad hebben. Ik hoop dat we voor iedereen dat toetsweken allemaal goed gegaan hebben. Ik moet nog cijfers terugkrijgen. Ja, ik ook. Ja? Heb je al een reactie terug? Toppie. Arno? Arno Zweger. Die gaat ons iets vertellen dat heel goed aansluit op in ieder geval de tweedejaarsmodule van de BNW. Dus onthoud alles goed, want dat wordt ook leuk. En ik denk dat jij zelf best kunt vertellen wat, waar je het over hebt. Ja hoor, dankjewel Max. Ik weet niet of ik ook voor de mensen thuis hoef te staan, want ik sta hier voor de microfoon, dus als dat niet zo is, dan hoor ik het graag even. Maar alvast allemaal van harte welkom op deze lezing over het historische landschap ecologie. Ik vind het echt heel bijzonder dat het Kampen-Noordrijkse avond de zaal zo vol zit. Ik zag ook allerlei mensen al thuis zitten, dat is echt super dat jullie die tijd voor hen vrij gemaakt. Ik ga een verhaal vertellen, ik heb eigenlijk twee verhalen. We gaan tussendoor even voor pauze houden en als er vragen zijn, ja, dan moet je even een beetje aftasten, want mij mag dat best wel interactief zijn, ik heb helemaal niet erg. Als er echt heel veel vragen worden, dan moet je misschien het een beetje opsparen tot het eind van het eerste verhaal en het eind van het tweede verhaal. Dus maar we maken het gewoon een ontspannende avond van het eind geeft. Oh. Ja? Ik zie nu op de camera dat het misschien toch wel iets handiger is om of direct hiervoor te gaan staan. Ja. Of achter. Dan ga ik achter de. Dus, ja, zeker. Zo, misschien gaat het iets beter. Is goed. Ja, ja? Kijk, iedereen wie je bent. Heel fijn. Ja, ik heb zelf ook ooit op Ladenstein gezeten. Ik ben in 2003 afgestudeerd, dus ik heb ook goede herinneringen hier. En daar ga ik ook iets over vertellen bij dit verhaal. Het verhaal heet de historische landschaps-ecologische benadering als een vertrekpunt voor ruimtelijke en ecologische vraagstukken. Dus het gaat over het onderzoek, wat doe je dit onderzoek? En ook de toepassing. En dat heb ik in dit geval in Noord-Oost-Twente gedaan. Dit is eigenlijk een verhaal over mijn promotieonderzoek, wat ik bij de Rijksuniversiteit Groningen heb gedaan, bij TU Spek. En dat heb ik vorig jaar afgerond. Je ziet hier allerlei dingen op deze platen. Is het een hele mooie oude schilderij van een steengroeven. Dat is net over de grens in Bentheim in Duitsland. Je ziet iets van een bodem, je ziet iets van de natuur. Dus eigenlijk zie je ook al een beetje het hele samenspel tussen de aarde, de mens en de natuur. Dus eigenlijk waar dit verhaal over gaat. Ja, wat voor label je er dan op plakt en wat vakjes plakt. Stop je dit nou? Of stop je dit nou in bos natuurbeheer of land, water en milieubeheer of noem het dan allemaal op te gaan. Dus dat is een hele holistische kijk op het landschap. Dan is ook een heel klein verhaaltje van mijzelf. Ik was een hele speelse jongen die liever in de zandbak zat dan op school. Ik zat altijd op een roosje te kijken van nou ben ik er voorbij, dan kan ik eindelijk weer het veld in. En als er dan extra graaf werd, zoals daar linksonder, dan was er altijd wat iets te vinden. Of een speerpuntje van een of andere Neolithische jager. Of zoals hier een heel compleet paard, dan sleepte ik dat allemaal mee naar huis. Ik had een vitrine, en een bordje in de tuin van het museum. Daar kwamen er wel eens mensen aankloppen en dan zeiden mijn ouders van dit is geen museum. En zo is dat dan een beetje gegaan. En uiteindelijk dan ga je op ontdekkingstocht. Ik ben opgegroeid in Drenthe, in het Drentse Aangebied. Dat is eigenlijk een hele fantastische speeltuin als je nieuwsgierig bent. Dus, als je bijvoorbeeld naar de kaart hier kijkt, dan zie je allerlei mooie structuren. Je ziet hier het dorp, maar ook allerlei bouwlanden. Je ziet hier een aantal beekdalen liggen, je ziet een stukje heide. En als je dan op de oude kaart kijkt van rond 1900, dan zie je nog heel veel van die structuren zie je eigenlijk terug in het landschap. Maar als je daar opgroeit, dan besef je dat helemaal niet. Dan denk je dat de hele wereld er zo uitziet. En dan ga je later studeren en dan kom je in een Gelderland terecht, wat natuurlijk een heel exotisch was. En dan zie je eigenlijk dat hier ook hele mooie plekken zijn, maar dat er in Nederland hele grote verschillen zijn. En dat neem ik nog steeds mee in mijn werk. En dat ontdekken van met kaarten naar buiten gaan en bijzondere gebieden zien, vogels die er vliegen of planten. Dat geeft toch een soort beeld van hoe je tegen de wereld aankijkt. En dat kan ik gelukkig in mijn werk ook heel goed toepassen. Het is trouwens waarschijnlijk begonnen promotieonderzoek. En naar een studie in Ladenstein ben ik naar Wageningen gegaan, bos en natuurbeheer. Kwam daar bij toeval eigenlijk terecht. De historische geografie, dat was toen Jelle Vervloed. En toen kwam ik dus heel erg met die menskant van het landschap in aanraking. En dat vond ik heel interessant. Dus ook die relatie tussen mens en natuur heb ik in Wageningen vooral op gericht. En ook bos-ecologie eigenlijk. En toen heb ik een jaar of 10 gewerkt bij het dienstlandelijk gebied. Dus heel erg maken van inrichtingsplannen, beheerplan in het landelijk gebied.
Toen wilde ik toch wat meer verdieping, weer wat meer naar het onderzoek. En dat kon ik via de promotieonderzoek gaan doen. En eigenlijk heb ik Noordoost-Twente gebruikt als een soort onderzoeksgebied. Hoe ga je dat nou doen? Noordoost-Twente bevat ook heel veel bijzondere landschappen. Dat is een soort kleinschalig cultuurlandschap gezien. Daar staat eigenlijk van alles onder. Daar ga je straks wel meer van zien. Ja, en dat breng ik nu ook in de praktijk toe bij de bosgroepen. Dat is eigenlijk een coöperatie van eigenaren van bos- en natuurgebieden. Ja, we hebben eigenlijk 25.000 hectare hebben die leden in bezit. Het zijn 1700 leden. Dus er komen allerlei vragen af over het bos. Hè, om het alle zorg over vitaliteit van bos en de revitalisering van bos is een thema. Ook het waterbeheer, het herstel van de universiteit. Dat mag ik daar doen. Ik ben ook sinds een jaar nu hier bij Radenstein een dag in de week. Dan probeer ik een aantal studenten, een paar vrienden hier in de zaal, ook enthousiast te maken voor het vak. Dus het gaat eigenlijk, dit vakgebied, historische landschapsecologie, zoals ik het eigenlijk noem, is eigenlijk een soort evenwicht zoeken tussen wat er zich in die aarde afspeelt, de mensen die het landschap hebben gevormd door de tijd heen, in de natuur. Dat is eigenlijk een soort basisgedachte. En ik wil eigenlijk ook niet te veel een waarde erop aankoppelen van dat het zwaartepunt zit in de ecologie of bij de mens of bij de aarde. Het moet eigenlijk evenwichtig zijn, dan snap je eigenlijk hoe de landschap is vormgegeven. En je hebt daar eigenlijk ook hele brede kennisvelden voor nodig. Ik laat er wel iets meer voor zien. En dat kan je natuurlijk niet altijd alleen. En als je van school afkomt, dan is dat soms gewoon heel overweldigend. Maar als je bijvoorbeeld de samenwerking opzoekt, dan kan ik met studenten zijn van andere opleidingen. Of later in je werk kom je ook met allerlei bijzondere figuren in aanraking. De een met heel veel van planten, de ander veel van de bodem of van het bos. Ja, dat krijg je ook een soort grotere diepgang. Je kijkt dan breder naar de wereld. En ook die tijdsdiepte vind ik heel erg belangrijk. Hè? Want als je verder terug in de tijd gaat, dan zie je dat het landschap heel dynamisch is geweest. Dat soms het heel erg vanuit de aarde werd aangestuurd door processen zoals verstroming of verstuiving. Maar soms ook heel erg de mens die allerlei dingen in het landschap deed, ontginningen. Er kan allerlei effecten uit en dat is een effect op de ecologie. Ja, wat je ook vaak mee te maken hebt, is het schaalniveau. Hè? Van, je kunt kijken naar bijvoorbeeld een plantengemeenschap, dat is een aantal vierkante meters. Maar je kunt kijken naar een natuurgebied of naar een heel landschap. En het aandacht voor die verschillende schaalniveaus daarin is ook heel erg van belang. Ik laat jullie dat straks ook met voorbeelden zien. En wat ook heel waardevol is, en dat gaan we in je opleiding ook meemaken, is het bezoeken van referentiegebieden. En Nederland is natuurlijk super dicht bevolkt, 17 miljoen mensen. Er is heel weinig ruimte voor echt grootschalige natuur en de processen erbij horen. En als je dan naar het buitenland gaat en ziet hoe weinig mensen daar wonen, ja, daar is veel meer ruimte voor die natuur en hoe zich dat qua processen afspeelt. Dus ook het bezoeken van referentiegebieden is heel erg waardevol. Dus ook op stage met afstuderen naar het buitenland gaan, dat het echt zeker zo voordelen. Ja, waar ik me zorgen over maak, is de veldkennis. En je kunt natuurlijk heel veel leren in theorie, dat is ook heel belangrijk. Dat heb je echt nodig om die praktijk goed te kunnen werken. Maar ook met dingen als in het veld, kijken naar een bodemprofiel of vegetatieopname. Ja, dat is misschien voor jullie heel vanzelfsprekend. Maar ja, die kennis wordt steeds schaarser omdat mensen heel erg theoretisch worden opgeleid en heel erg bezig houden met big data, grote datasets analyseren. Dus dat vind ik zelf heel erg belangrijk. En dus mensen zou ik een beetje iets van landschap weten, dus in de brede zin van het woord. Maar dan moet je echt naar die aarde, de natuur, die mens kijken, zonder dat je zegt dat het ene is belangrijker dan het andere, een beetje gelijkwaardig. Maar is dat dan nodig? Ik denk het wel. We staan voor enorme uitdagingen. De biodiversiteit gaat er steeds heel hard achteruit. We hebben klimaatsveranderingen, dat hebben we deze zomer in Limburg ook gezien. Dan is er weer sprake van watertekort, waterkwaliteit wat niet op orde is. Duurzame landbouw of kringlooplandbouw, dat zijn allemaal dingen die grote veranderingen vragen. In het landschap is altijd waar het in moet gebeuren. Dus het goed kunnen lezen van het landschap, het helpt om die verschillende opgaves om die op een goede plek vorm te geven. En wat je daar vaak ziet is dat elke organisatie die daarover gaat vanuit zijn eigen koker naar het landschap kijkt. Het waterschap kijkt heel erg naar het water, de natuurbeheer zegt vanuit de ecologie, de planten en de dieren. En dat lijkt soms echt tot een hele technocratische sectorale focus. We spreken over habitattypes. En als je dan met je vakgenoot naar tafel dan hebt, dan worden vaak alleen maar de codes uitgewisseld. Ja, dat is heel erg door een verkopende beeld. Dat heel erg vanuit. Dit is een aantal hele mooie voorbeelden. Hè. Je ziet hier een landschap. Dan heb je iets gedaan met retentie. De vissen die moeten ook kunnen migreren. Dus er is een hele technische constructie gemaakt om dat mogelijk te maken. Maar vaak liggen dit soort elementen in een landschap. En is dit bijvoorbeeld een mooi kaartje van, dit is een hoogtekaart, die kun je misschien wel eens gezien. Ja, dus alles wat hoog ligt, dat is geel, en alles wat laag ligt, dat is blauw tinten. En als je dan dat landschap een beetje leest, dan zie je dat daar
lage plekken liggen die geïsoleerd liggen, of die semi-geïsoleerd liggen langs zo'n watergang. En er liggen dus plekken in, daar hebben ze een sloot nog even gegraven, dus een soort laagliggend gebied. Maar je ziet dat er allerlei ja, natuurlijke verdouwingen in zitten waar je dus ook heel veel met waterwerken kan doen. Je zou bijvoorbeeld hier een soort drempel kunnen aanleggen, waardoor als er veel water is, dat dit soort, een soort overloopgebieden zijn. Ja, deze gebieden liggen ook vaak op plekken waar de waterstand enorm zijn gedaald in de afgelopen decennia. En waar dus ja, watergebonden natuur enorm achteruit is gegaan. Nou ja, zo op die manier kun je daar dus vaak meerdere doelen dienen. En hoef je dus niet het relief wat hier nog heel mooi zichtbaar is, nog verder te vervlakken door er echt heel erg aan techniek vast te houden. Dus als je die landschap als basis gebruikt, dan, ja, dan gaat het soms makkelijker en kan je ook meerdere doelen dienen. Nou, mijn ambitie was eigenlijk om dat landschap, als je het goed wil lezen, als je het dat midden van die driehoek, dan wil ik jullie even meenemen wat je dan allemaal tegenkomt. Een heleboel van dit soort facetten die krijg je in je opleiding, of in andere opleidingen die hier redelijk op lijken. En ja, die kun je natuurlijk niet allemaal in één keer leren, maar als je die, heel vaak weet je het ook niet. Hè? Jullie hebben waarschijnlijk ook op naar de post dat je daar toevallig tegenaan liep, of je hebt het gehoord van een bekende. Maar ja, ja, natuurlijk misschien ook iets heel anders kunnen kiezen, wat hier wel een beetje blijkt net anders is. Dus dat heeft in ieder geval bij mij wel gegaan. Ik ben heel erg vanuit de flora kant deze kant op gegaan, in de bosecologie kant. En gedurende mijn opleiding kwam ik met dingen in contact waar ik nog nooit over na had gedacht, waar ik nooit van had gehoord. Ik dacht van, god, dat is toch wel knap interessant. En vooral die verbanden daartussen. En dus vanuit de aarde heb je dan te maken met bijvoorbeeld de geologie, geomorfologie, dat is eigenlijk het weer. De hydrologie in de bodem kunnen, dat helpt heel erg om te snappen hoe die aardkundige kant van het landschap in elkaar steekt. Dan heb je het dan vanuit de natuur, dan heb je het vaak over botanie, of ecologie, dat is dan flora en fauna, dat is zoologie eigenlijk. Dan wil je verder terug de tijd in, ja, dan heb je daar niet zoveel meer aan. De gegevens gaan vaak terug tot 1900. En daarvoor wordt het heel moeilijk. En dan kom je met vakgebieden als paleobotanie of archeozoologie aanraking. Dat raakt heel erg in archeologie, archeologisch onderzoek. En dan heb je dus vaak over pollenonderzoek of nagelrestenonderzoek. En die komen daar vaak tegen in ons veldwerk. En dat geeft ook inzicht over hoe die natuur er wat langer geleden heeft uitgezien, honderden tot duizenden jaren. Maar die mensen kun je ook niet vergeten. In de prehistorie hadden wel een enorme impact op het landschap, ontbossingen waaruit de erosie bijvoorbeeld plaatsvond. Ja, dan kom je vaak met archeologie in aanraking. Waar wonen de mensen? En waar leefden ze van? De geschiedenis, dat zijn dan vaak vanaf de middeleeuwen een geschriftelijke bron. En daar horen ook namen aan. Toponymie heeft dat, omdat het dure woord hè. Dus de namen van de gebieden zeggen vaak veel over de terreingesteldheid. Maar ook de ouderdom, de ontginning. De cartografie, nou, die zijn eigenlijk ja, pas vanaf de 17e, 18e eeuw heb je fatsoenlijke cartografie. Maar dat helpt ook vaak om te zien hoe een landschap in elkaar stak. En wat wil je iets meer weten over de processie erachter ging, ja, dan kom je eigenlijk op sociaal-economische geschiedenis uit. Dus al die verschillende aspecten, die geven daar dus kennis over. Nou, die verschillende vakgebieden, die hyperspecialisatie die je vaak op universiteiten krijgt, die hebben ook een soort overkoepelende vakgebieden. Dus vaak fysische geografie, wat je dan bijvoorbeeld vindt in Utrecht kunt leren, dat omvat eigenlijk al die aardkundige disciplines. Nou, kijk wat meer in die natuurhoek zitten dan landschapsecologie, wat hier natuurlijk aangeboden wordt, historische ecologie. Ja, dat raakt er een beetje aan. Ja, ga je wat meer in die menskant zitten, dan moet je denken aan historische geografie of landschapsarcheologie. Dat zit heel erg aan die menskant. En als je al die vakgebieden, die geïntegreerde vakgebieden bij elkaar wilt pakken, dan zou je dat historische landschapsecologie kunnen doen. Dan zit je een beetje in het midden van die driehoek. En afhankelijk van de tijd waarin je zit, ja, kan je dat uitbouwen. En nu kom ik een beetje in mijn studiegebied, dus ik ga nu de theorie die ik nu heb verteld, wat misschien vrij droog is, wat meer etaleren aan de hand van de dingen die ik ben tegengekomen. Nou, dit is eigenlijk een vertaling van de bodemkaart, het gaat over Noordoost-Twente. En daar heb ik eigenlijk gewoon puur vanuit de kenmerken vanuit de bodem en de geologie die daar weer achter ligt, heb ik eigenlijk in Twente vier landschappen onderscheiden. Het stuwallenlandschap, het is een stuwal van Oud-Marsum, het stuwal van Oldenzaal. Het grondmorene landschap, dat zijn de delen hè, waar het landijs overheen is gegaan, waar keilem in de grond zit. Dan heb je nog gebieden die zijn gevormd door dekzand. Hè, dus door vaak het eind van die ijstijd heb je allerlei zandverstuivingen gehad. En dus die hebben in dit geval lange smeltwaterdalen gevormd, daar zijn later de beken in aangelegd. En daartussen liggen hoge zandruggen, dekzandruggen. Ja, in dit gebied dat staat vaak als dekzandlandschap ook op de kaart, maar het is heel erg gevormd door het stroomgebied van de Dinkel. En die Dinkel die ligt hier, dat is een riviertje, die gaat verder in de Overijsselse Vecht. Wat heel vaak gedacht dat het een beekje is, maar
Als je daar vanuit de landschapsvormen naar kijkt, dan was het eigenlijk een rivier. En die rivier die heeft dus sporen nagelaten in een heel breed dal, hier van de Oostenrijkse stuwlap tot echt in Duitsland. Dus eigenlijk noemen we dat een fossiele riviervlakte van de Dinkel. Dus heel weinig tekst van afgezet. Dus je kijkt eigenlijk in een soort ijstijdlandschap waar daar nog eigenlijk fossiel ligt. En die Dinkel die maakt er maar nu een heel gering om. Ja, het is een enorm complex gebied. Hè. Ik heb het niet alleen over de hoofdlandschappen. Nou, als je daar echt in vast wilt blijven, wil je verdiepen in de tijd, die wil je aandacht hebben voor schaal. Nou, dan moet je afbakenen en ruimtelijk. Dus ik heb 3 studiegebieden gekozen. Ik heb geprobeerd om te snappen hoe dat landschap in elkaar zit. Dat is die vraag. Waarom specifiek die 3 gebieden? Dat is een hele goede. Hier zitten nog veel natuurgebieden in. Die gebieden zijn niet vlak geschoven of grootschalig ontwaterd. Dus er zitten nog heel veel leesbare kenmerken in. En hoe heb je die nou gekozen dan? Ben je naar de kaart gaan kijken en heb je luchtfoto's erbij gelegd? Ja, dat is benaderingen gedaan. Dat is een onderdeel dat op kaart kijken op kaart dat hey, wat je dat ligt hier. Maar ik heb ook heel veel mensen gebeld. En ik zeg van ik denk aan die in die gebieden, wat denk jij? Die gebieden goed kennen. Ja, dan zeg ik, dus heel vaak antwoord. Ja, nee, dat is interessant. Ja, je zal dat ook. Dus je krijgt vaak niet echt een antwoord. Soms is het ook gewoon een sprong in de diepte. Maar het hebben van een leesbaar landschap. Dat is één invalshoek, maar ook het hebben van goede bronnen is ook een ander. Dus als je een standaardproject in, kijk eens een beheerarchief, wat gewoon tip-top is, of je bent heel erg geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, en er zijn veel gegevens van, ja, dan moet je toch een beetje opportunistisch handelen, want dan weet je in ieder geval dat je in een korte tijd gewoon veel data hebt. Dat is ook heel belangrijk. Dus je moet eigenlijk toch een beetje proberen naar al die dingen te kijken. Heb ik voldoende data? Is mijn gebied voldoende gevarieerd? Kan ik toch onderzoek doen of is alles helemaal uitgewist? Zijn alle sporen uitgewist? Dat is heel moeilijk. Ja, geen simpel. Het is een leesbare gebied. Ja, dit is dat eerste studiegebied. Het ligt zo'n beetje, ik weet niet of jullie het kennen, maar dit is Denenkamp en hieronder ligt de Lutte. En dan heb je hier het stuwwallenlandschap. En dan ga je hier zo richting de Duitse grenzen. Die ligt hier langs. Die zit eigenlijk echt hier. Nou, de botanici kennen dit gebied vooral van de regio Blauwgraslanden. Dit is dan het natuurreservaatse Punthuizen. Met Spaanse Ruiter op de voorgrond. Dat is echt een van de laatste stukjes die niet ontgonnen is. Daarom is dat heel bijzonder. Maar als je daar dus naar bestaande onderzoek gaat kijken, de Universiteit van Amsterdam heeft heel veel boronderzoek gedaan in de jaren 70. En die hebben daar geulenvullingen gevonden, die hebben ze gedateerd met koolstofdateringsonderzoek. Ze hebben naar de pollen gekeken die in dat steen zaten. En dan blijkt daar een enorm ijstijdlandschap te liggen. Ik heb op basis van het eerder werk op heel veel aanvullende boringen heb ik die geulen kunnen reconstrueren. En dan zie je eigenlijk een soort eindstadium van die laatste ijstijd, vlechtende rivieren, grootschalig. Zeker als je iets dieper in die laatste ijstijd gaat, dan met plene glaciale, dat je hele diepe permafrost. Dus dat betekent dat de bodem heel diep opgevroren is, dat is het ijs in de grond. En als je dan een wat warmere fase krijgt in zo'n ijstijd, dan gaat het ijs opdooien. Er komt gigantisch veel smeltwater uit en het bovenliggende materiaal gaat gewoon stromen. Je krijgt eigenlijk sedimenttransport. En in het voorjaar krijg je dus meerdere geulen die het wateroppervlak afvoeren. Maar in de zomer valt dat hele systeem stil, broken die beddingen uit, op het enkele bedding na en krijg je dus ook gestuiving. Ik heb na mijn studietijd heel veel gereisd, dus ik thuis en ik had geld. Dus ik dacht van, ik ga naar Tibet, daar heb je dus dit soort rivieren. In het voorjaar, alles wat schoongeveegd en in het verliepend seizoen, dan droogt dat op. En dan zie je eigenlijk wat er hier in de ijstijd gebeurt. Droge winters met name. En dus hier ligt een heel stelsel van dit soort geulen, die zijn natuurlijk verland. Nou, hoe ziet het er dan uit? Want je ziet aan het eind van het Pleistoceen, dus dat is zeg maar 12.000 jaar geleden. Dan werkt het systeem nog zo. En op een gegeven moment wordt het klimaat warm. Het hedendaagse klimaat breekt aan en dan krijg je succes. Je denkt, al die verschillende soorten moeten over de Alpen heen naar Noord-Europa toe. Het duurt ontzettend lang. Dus eerst komen de dennen en de wilgen. En pas heel veel later zit het Atlanticum, dan zit je 8.000 voor Christus of zo. Dan komen de loofboomsoorten als eik en linden en iep. En dan krijg je dus bossen die je bijvoorbeeld in Oost-Europa nog kunt vinden. Dus in Oost-Polen, Białowieża, daar heb je dus het relief nog helemaal intact. Dus weinig gegraven, dus niet geëgaliseerd. Je ziet daar allemaal nog riviertjes, van die veenriviertjes die ook helemaal niet diep zijn ingesneden. Er zit veen langs, alleen op de naaste plek heb je geen bos. Daaromheen zitten grote gordels met Elzenbroekbos en op de hogere delen zie je eiken, lindenbos. Nou, dat zijn allemaal soorten die je in de bonnendiagrammen aantreft. En aan het eind van die ijstijd heb je ook nog exotische diersoorten die we nu helemaal niet meer kunnen plaatsen. Maar bijvoorbeeld het rendier kwam voor. Hoe weten we dat nou? Botvondsten niet of nauwelijks, dus vooral in de zandlandschap botten vergaan. Behalve in de beekdalen vind je nog wat botten.
Maar hier zaten jagers, die behoorden tot de Arendsburger cultuur. Dat waren rendierjagers. Die rendier had een seizoenstrek, dus in de winter dat trokken ze naar het zuiden, in de zomer naar het noorden. En dan kom je een keer in Twente, en hier zit je lekker op de stuwbal, en dan heb je hier een groot moerasgebied. En je hebt hier een groot moerasgebied. En je hebt hier een soort natuurlijke corridor, dat moesten ze door. Dus op het moment dat je in de ecologie van die dieren verdiept, hè, dat zijn kosmoseters, die gaan echt niet door die moerassen heen stampen. En je stapt ook nog een beetje wat die jagers deden, het zijn rendierjagers. Ja, die gingen natuurlijk gewoon zitten, waar ze eigenlijk alleen maar de tent door open hoefden te doen en die rendieren zagen aankomen en ja, hun buik kon staan. Dus er woonde eigenlijk geen hond in Twente, na die ijstijd woonde echt niemand. Maar de mensen die er waren, die zaten rondom die stuwbal. Daar zit het een beetje getekend. En je kijkt hier naar duizenden jaren lange datasets, dus er waarschijnlijk nog één kampje of twee kampjes. In een aantal jaren, misschien wel 100 jaar, had je helemaal niemand. Dan kwamen ze weer terug. Dus dit is een gestapelde dataset uit die hele tijdsperiode, net na de ijstijd. Je ziet dan inderdaad daarna dat dat hele kale landschap dus begint te verbossen. En we maken even een sprongetje naar de ijzertijd. En dan zit je dus net voor de jaartelling, dan heb je dus de boeren. Dus je hebt eerst jaartjes verzameld, dan heb je boeren. En dan zou je denken, nou, voor de jaartelling gebeurt helemaal niks. Dan allemaal klaar. Dan moet je kijken, je hebt hier een geurvulling. Het is zo'n soort poergultje van de dinkel met wat veenvorming. En daarin zit de ploegschade. Je ziet hier een beetje stuifzand. Dat hebben ze dus met een hele eenvoudige ploeg, gewoon een gaffel van een ei. Met een os ervoor hebben ze dat in dat veen geploegd, zodat ze daar goed konden boeren. En later werd de bewoning zo intensief rondom zo'n nederzetting. Want in Twente heb je allemaal kleine nekzandkopjes, of rivieren, hoe je dat noemt. Daaromheen grote moerassen. Ja, als die bevolking begint te groeien, ja, dan is zo'n landschap heel gauw. Raakt het Pempeland, wat voor een lege keten eigenlijk. En dan kreeg je dus ook al kleinschalige verstuivingen. Dus kleine geultjes gingen al over stuiven. Zelfs in het eind van de prehistorie waren de mensen al in staat om een heel landschap te veranderen. Van een moeras naar een, in dit geval een droog landschap. Wel op kleine schaal. Het is niet zoals hier op de Veluwe grote zandverstuivingen in kleine stukjes die verstoven. En als je dan die datasets plot in GIS, dan kan je ook dat soort koppelingen een beetje maken. Want daar zaten die mensen nou in. Ja, hoe groot is dan zo'n impact op zo'n stroomgebied? Dus heel veel van dit soort geulvullingen vind ik. Ik heb ook in mijn studie meerdere van dat soort veenvullingen gevonden met daar overheen afgezet zand. Ja, dan weet je dus dat dat hele riviersysteem in onbalans raakt. Dat zand op dat veen afgezet. Nou, dan maken we weer een sprong. Dit is eigenlijk een beetje inleiding. Dan hebben we de middeleeuwen te pakken. Nou, dan is het natuurlijk alweer een heel stuk later. En dan zijn er heel veel mensen. En ja, die mensen die gaan het watersysteem invoeren. Die gaan watermolens bouwen. En dus dit zijn de standen van watermolens. En je ziet dus dat je dus een enorme opstuwing krijgt in zo'n stroomgebied. Ik zal het er niet veel over zeggen, maar dus het opstuwen van beken door die watermolens heeft een enorm effect gehad op het landschap. Vernatting, moerasvorming, veenvorming. Maar ook het opstoten van onze venen. Toen het bos op was, ja, dan gingen we dus verder op veen, op turf. Zeer hoog veenverdeling. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in schriftelijke bronnen. Hier ligt ongeveer dat reservaat Punthuis. Dat is een blauw grasland. Die blauw graslanden liggen vaak op zandige bodems waar grondwater doorheen stroomt. En ik had het Markenboek gelezen. Dat is een soort kastboek van de buurtschappen. En daar stonden enorme conflicten in beschreven. Dat men turf aan het steken was illegaal in het Beuningenveen. Dat ligt hier aan dit gebied. In het Lutteveen, dat ligt hier. En dit waren dus twee gemeenschappen, twee clans zou je kunnen zeggen, soort buurtschappen. En die hadden dikke ruzie met elkaar, dat ze op elkaars grondgebied terug aan het steken waren. En die hadden in dat boek geschreven dat de eerste steking aan de beek lag bij Punten, dat is hier een heel klein mini-buurtschapje. En de tweede een paal was aan de rand van het veen. De derde was ook een houten paal in het veen. De vierde stond op een haag, dat is een zandige rug, dat is een oud woord voor een zandige rug, een haag. En de nummer 35 stond ook op een haag, ook op een zandrug. En dus op die manier kan je dus ook reconstrueren waar die venen lagen. Nou, er was geen ecoloog die had verwacht dat hier een hoogveen gelegen had. Want tot 1650 was dat nog hoogveen. En dat daarna takelt het af, dan krijg je een conflict en dan raakt het veen op. Nou, zo'n veenlandschap, dus als je dat hier ziet met gavel, dan kun je pollenonderzoek inhalen, beenbreed. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in de New Forest. En van, daar heb je nog één perselering. Dus het land staat er voor iedereen, van de boeren die er zitten, die mogen het gebruiken voor hun onderhoud. En dan zie je dus hier ook ja, dat het water heel diffuus door zo'n landschap stroomt. Het is niet een smal beekje zoals we vaak zien, waar het water heel diep ligt, maar het stroomt eigenlijk oppervlakkig over dat laag dat uit het veen werkt. Het is echt een spons die daar ligt waar het water uitlekt.
Ja, dat is heel bijzonder. Dat soort referenties heb je eigenlijk in Nederland nauwelijks nog. Nou, ik ga nu naar het Stuifzandlandschap. Dat is altijd een onderdeeltje in het gebied waar we net al waren. Je ziet dus dat er een enorme tijdsdynamiek zit. En dan kom je hier eigenlijk in die middeleeuwen terecht. En van dan heb je echt een grootschalige zandverstuiving, zoals je hier op de Veluwe vindt, maar ook in Twente zelf. Het is een kaartje van alle zandverstuivingen. En die zandverstuivingen zijn eigenlijk na de middeleeuwen ontstaan, vooral in de 17e eeuw. Dan is de 80-jarige oorlog voorbij, dan is die druk enorm toe met een soort babyboom. En dan gaan mensen ook in het veld wonen en dan gaat de geest uit de fles. En dat zie je eigenlijk ook hier. Dit is een hoogtekaartje van zo'n stuifzandgebied. En dan zie je al een aantal horingen gezet, dat die dus profielen zijn uitgestoven. Er is het zand echt uitgegaan, overstoven, zit het oude maaiveld er nog onder. En dat zie je op dit kaartje terug. En dit zijn bolletjes van het oude maaiveld. En daartussen zie je, die zijn uitgestoven of opgestoven, dat zijn die ruggen. Die liggen eigenlijk een beetje hier tussen zo. In het begin denk je van ja, apart is het ruggen, maar die ruggen, daar komen we later nog op waarom die ontstaan zijn. Want je weet, verstuiving denk je heel vaak aan postalcultuur, veel schapen. Veel plaggen, gaat de boel stuiven. Maar het is natuurlijk ook vaak zo, maar er is vaak veel meer aan de hand. En dan kwam ik hier achter, want ik stond hier aan die beek. In het Stuifzandgebied heb je een beek, de Puntbeek. En soms vind je daar een afgekalfde oever. En in die oever, daar vind je hele gekke patronen. En ik kwam daar tegen, dacht ik, dit heb ik daar nog gezien. Allemaal rare kriemeltjes erin, wat is dat? En dat is dan leuk als je promotieonderzoeken, dan heb je een beetje geld. En je hebt ook allerlei mensen die je inmiddels al goed hebt. En je stelt wat vragen, nou wat zou dit zijn, is het misschien ook 12.000 jaar oud veen? Ik had iemand bij de UvA gevraagd, een paleoecoloog, iemand die naar pollen kijkt, en ik had een geoloog bij de VU. En die zeiden van nou dit zal dus heel bijzonder kunnen zijn, nee maar er staat elke laag een monster en dan kijken we ernaar. Nou uiteindelijk zei ze van dat niet echt een Twente, dat is heel bijzonder. En dan heb je hier allemaal verschillende lagen. En wat bleek, dat dit een oude voorde was. Dit is een weg waar die door de beek ging. Vroeger hadden ze geen bruggen, maar gingen ze gewoon door de beek met elkaar. En zo'n voorde is dus gevormd door wagenwielen en koeienhoeven. En daar kwamen we achter omdat we dit konden dateren. Je hebt ook methodes, dan kun je zand dateren wanneer dat zand voor het laatst door zonlicht is blootgesteld. Heel ingewikkeld verhaal, het heet OSL, Optically Stimulated Luminescence. Dat is eigenlijk de lichtdatering. En het blijkt dat dit zand voor het laatst zonlicht had gezien rond 1650. Dus dat is eigenlijk voor het eerst dat je hier dus ja, organische afzetting in het sediment ziet. En dan zie je hier dat sediment veel donkerder van kleur wordt. Dat wijst dus op stagnatie, hoog organisch stofgehalte. Dus het water remt wat af. Het zit wat ja, bijna een soort veenvorming zou je kunnen zeggen. Maar ook heel erg verstoord. En daarboven dus zie je wat meer banen. Dat, je ziet wat donkere lagen, dus wel heel nat muur afgezet, maar ook heel veel van het geelachtige zand. Dat is stuifzand, dat is daar ingewaaid. En als je daar dus ja, wat profielen in maakt, zoals hier, dan zie je dus hier de hoef van een koe die hier dus rond 1650 in die beek heeft gestaan. En je ziet hier dus een sleepspoor van een wagen. Dus die wagens die hadden grote houten wielen. Dat zie je bijvoorbeeld in het Openluchtmuseum, daar zat dan een ijzeren beslag omheen. En dit is dus één zo'n wiel, wat hier dus echt rond die tijd door die beek is gegaan. Nou, dat is echt een sensatie. Ja, je hebt op een datering, je ziet zo'n spoor en je ziet gewoon die mensen zwoegen met, ja, waarmee? Dat weet je natuurlijk dan ook helemaal niet. Waarom is dit al gevormd? Dus wat is er gebeurd? Ooit heeft de beek op dit niveau gelegen. Er heeft transport plaatsgevonden. Er heeft sedimenten plaatsgevonden, dus de ingewaaid en stuifzand. En op een gegeven moment heeft die beek zich opgevuld tot hier niveau 5. Dan zie je ruim 2 meter. Boven maaiveld. En op een zeker moment heeft die beek zich door dat hele pakket heen en weg gevreten tot hier. Dus een meter lager waar ik hier sta. Dus een enorme dynamiek in landschap. Dus dat werkt enorm door elkaar heen. Ja, wat je hier dus ziet van, dan wil je weten van ja, wat is hier dan gebeurd? Zijn ze hier heel veel karren en dieren door die beek gegaan, maar wat hebben ze dan gedaan? Nou, in de middeleeuwen is dit eigenlijk de voorloper van de A1 die ging eigenlijk van ja, Amsterdam zeg maar, naar Hannover. En die kwam ook de Oldenzaal. Ja, misschien hebben jullie er nog nooit van gehoord, want dat was echt een hip en happening stad in de middeleeuwen. Daar gebeurde het. En ja, dat was dus een heel belangrijk punt. Die bisschop zat er ook, hè, want ja, er was nog niet echt iemand de baas. De macht was heel erg verdeeld door allerlei kloostergrondbezitters. Dat waren machtige kloosters in Duitsland. Daar was ook de bisschop van Utrecht. Die had hier heel veel goederen, heel veel boerderijen in handen. Ja, die heeft in Oldenzaal was een hele belangrijke stad waar hij graag was, ook om zijn gezag af te dwingen. En er moest ook een tol betaald worden bij zijn brug, de Kribbenbrug. Die ligt dus aan de Dinkel.
Maar ja, het is ook wel handig als je in het buitenland bent, dat je weet wat de regels zijn. En ook als je de A1 overrijdt, staat zo'n bordje met, je mag hier 100. Nou, in de middeleeuwen deden ze dat wat subtieler. Hier stond gewoon een gal. En als je dus niet deed wat er gezegd werd, dan werd je daar dus aan opgeknoopt. Dus, dat deden ze hier. Dit was de galg van de graaf van Bentheim, die was hier de baas. En dit was de galg van de bisschop van Utrecht, die was hier de baas. Dus dat wist je van elkaar. Nou, we moeten ons een beetje aan de regels houden hier. En dat was dus echt een showgalg, want elke stad had een galgenveld. Daar hingen dan, daar waren meerdere galgen gesteld. Dat was gewoon puur een afschriftmiddel. Dus dat was eigenlijk de hoofdtransportader in de middeleeuwen. Er zijn ook allerlei onderzoekers die daar naar gekeken hebben van wat zijn dan die middeleeuwse routes geweest. Hebben dat in kaart gebracht. En dit was dan een van de middeleeuwse routes. En die kom je dus ook tegen in het relief eigenlijk. Hè, want als je naar het relief kijkt, dan zie je ook eigenlijk allemaal al bundels een beetje die kant op gaan met die voorkennis. En dan heb je dus hier die brug, de Kribbenbrug. Daar stond dus ook die galg. Maar dat op een gegeven moment werd die route, die raakte het ongebruik. Rond 1650, dat zie je ook in de schriftelijke bron, dat is ook heel leuk om dat te lezen, dat die Kribbenbrug als topplaats, dat die verplaatst naar het zuiden, dat die Schepersvonder genoemd. En dan krijgt die route dus, dan wordt die snelweg eigenlijk verplaatst, hè, die werd die in de 17e eeuw nog van aan was, maar die werd niet verlaten. En dan werd het een soort B-weg. En dat is na de 80-jarige oorlog. Eerst had je hier de 80-jarige oorlog, dat was echt een verschrikkelijke tijd. Je had dus Spanjaarden en Staatse troepen die constant met elkaar in de weer waren. In Twente werd ook stevig geknokt. Dus je moet je voorstellen dat er gewoon een hele lange tijd was dat alleen nauwelijks economisch verkeer. Want boerderijen werden plat gebrand, was gewoon heel weinig zekerheid. En toen die oorlog voorbij was, hè, rond 1650, toen begon die handel ook weer aan te trekken. En toen werd dus die hoofdroute werd verplaatst, die werd weer naar het zuiden. En het was een enorme vraag naar zandsteen. Net over de grens, hier wat Bentham, maar het ligt heel dicht bij Nederland. Daar komen de eerste rotsen uit de grond. En daar kon je heel goed kerktorens verbouwen. En bijvoorbeeld het Paleis van Dam is van zandsteen gemaakt. Maar ook heel veel kerk, zoals de Martientoren in Groningen. En Oost-Nederland heel veel kerktorens, maar ook bijvoorbeeld Puttringen, drinkersbakken, allemaal met aan de zandsteen. En dat werd deels via de Vecht werd dat afgevoerd, via boten, maar ja, heel veel plaatsen tussen Twente, die kan je helemaal niet per boot bereiken, want er is geen water. Dus dan moet je dat per as doen. Dat zie je ook in die archieven. Enorme transporten. Deels zijn dat ook hersenroutes, dat gaat over iets meer dan alleen zandsteen, dat gaat dan niet over zandsteen. Maar je kunt wel een beetje zien dat het zeg maar ging. Ja? Waar staat het woord hersen voor in dit verhaal? Dat kom je in de schriftelijke bronnen tegen, bijvoorbeeld, dat de transport plaatsvond met hersenwagens. En Hessen, dat is een plaats in Duitsland dat bekend stond om zijn meubels, een soort IKEA, maar dan in de 17e eeuw, zeg maar, en in de 18e eeuw. En dat was dus heel veel goederen werden vanuit Duitsland naar West-Nederland getransporteerd. Dat ging ook over de weg. Dus een hersenweg zou vertalen dat die weg werd gebruikt door die wagens? Ja, door die hersenwagens. Ja, deze gegevens heb ik in Zwolle gefotografeerd bij een oude herberg. Daar is die bestuurders, die vrachtwagenchauffeurs zeg maar, uit deze tijd daar konden overnachten. En die sporen kom je eigenlijk in heel Oost-Nederland tegen. Je ziet ook vaak op kaarten, hersenweg, op die op de Veluwe ook. Maar die had je dus daarbij op het zandsteentransport. En toen kwam je bij een boer en net over de grens in Holt. En die zei van, dit ging tot in de 20e eeuw door, het zandsteentransport. En wij hadden hier een illegale snapstoepen. Dus ligt hier dat luikje van hoog. En daar kwamen dus die mensen langs om daar even een snapje te delen, omdat het echt zwaar werk was. Dat was heel erg leuk. Het is dus een impressie van die steinkoelen die daar dus bij Bad Bentheim liggen, waar dus die stenen dus op de waags werden geladen in 1920. En de grote delen van Oost-Nederland werden vervoerd. Dus echt zwaar transport. Je ziet ook in de bronnen dat mocht dus niet over die doorgaande routes, want die werden helemaal kapot gereden. En dus die hoofdroute, dus zeg maar de nette route, die werd naar het zuid geplaatst. Deze route die werd speciaal door het zandsteen ingericht, die ging door het Lutterzand. En dat zie je dus ook aan al die sporen. Hè, we hebben die registers ook helemaal uitgewerkt in veel zandsteen. En uiteindelijk hebben we gereconstrueerd dat dus hier langs al dat verkeer ging. En er werden ook boerderijen genoemd waar dus die zandsteenwagens langs gingen, waar de schade ontstond. Dus dan zie je dus dat deze boerderijen in die gemeenschap klaagden over overlast dat het boer kapot werd gereden met die zandsteenwagens. En zo kun je dat verhaal reconstrueren. En je had hier bijvoorbeeld ook allerlei landweren, dat zijn een soort middeleeuwse verdedigingslinies, die werden dat best wel lang gebruikt, eigenlijk tot in de 17e eeuw. Dus dat was eigenlijk ook om
ongenodigde gasten eigenlijk af te weren. Dus dat hoofdverkeer ging een beetje om die, bij die landweren langs. Hè. Dus die zaten de buurtschappen met waardevolle gewassen op de akkers. Daar wil je natuurlijk niet allerlei verkeer doorheen hebben. Er ook geen muitenverbenders. Dus dat werd met landweren werd afgegrendeld. Wat is een landweer precies? Dat is een houtwal met steile, diepe greppels. En daarop werden doorstreden gezet. En die waren eigenlijk onderdringbaar. Waarschijnlijk werden die ook gevlochten. En had je vaak doorgangen, dus dat was ook een boerderij. Heel vaak als je een boerderij met de naam Wachten tegenkomt, dat waren echt een soort wachtboerderijen die in die buurtschap thuis horen. En die hielden met een slagboom in de gaten wie er naar binnen wilde. En en als er dus echt onraad was, dan moest je dus als buurtschap jezelf verdedigen. Er was geen politie of leger. Ja, dat was echt wel een beetje ieder voor zich. Dus in die middeleeuwen zie je dat heel veel buurtschappen, maar ook bijvoorbeeld Twente, dit wordt ook wel de Twentse landrichting, die gaat echt bijna om heel Twente heen. En dit is dan weer een landweer van de gemeenschap van Beuning hier. En dan moesten die mensen echt zelf zich verdedigen. Maar waarom op dit tijd? En uiteindelijk zit hier nu in die zwarte laag. Hè? Dus het Duitsland begint op een gegeven moment aan te wakken. Daar begint het eigenlijk mee. Dus zie je ook in de schriftelijke bronnen dat de buurtschappen naar elkaar gaan corresponderen. Van jongens, het Duitsland groeit uit de klauwen. Jullie moeten komen helpen om het Duitsland te beterpen. Jullie moeten hout op het Duitsland leggen, rijshout. Daar begint het mee rond 1600. Komt heel mooi vreemd met die datering. En op een gegeven moment loopt het helemaal uit de hand. En dan kom je in deze zone terecht. En dat lees je in de boeken. De hooibergen drijven door de landerijen. De punt moet toch echt uitgebaggerd worden. En dan gaan ze dus voor het eerst graven. Dus rond 1770 gaan ze dus het raadsysteem doorgraven. En dan krijg je dus met dit soort tafereelen te maken. Dus ondanks dat het... Dus Duitsland zorgt op een aantal plekken voor een droger landschap, maar kan dus ook het oorspronkelijke watersysteem helemaal verstoppen, waardoor je dus veel minder afvoer hebt. En dat vernatter moet, krijg je dus ook een moerasvorming. Dus dat hangt dus ook weer van de schaal die je op een hele landschap krijgt. Dus op lokale schaal krijg je dus duinen, wat het droger in armer. Maar als je hele natuurlijke afwatering overstroven raakt, dan krijg je dus ook op natte plekken daaromheen, ook het water op het grondwater gaat stijgen. Dit heeft een enorme impact op het landschap. Maar daar vind je ook nog allerlei relicten van. Hè. Als je bijvoorbeeld langs zo'n oevertje kijkt, dan zie je dus dat dit de oude puntbeek is. En je ziet hier nog een soort steile oevertje. Dit is het oude maaiveld, de start er overheen afgezet. Dus dat beekje was misschien maar 40 centimeter diep, en misschien een meter breed. En in de buurtschap, dat is het hoogtekaart uiteindelijk bij, want dan zie je dus ook een soort voorloper liggen van de puntbeek. Dat is deze. Die is inderdaad ook iets van een, was natuurlijk ook iets van 50 centimeter diep en een meter breed. En dan is dit de huidige puntbeek. Dat is een soort ravijn. Er wordt heel vaak idyllisch naar gekeken. Het ijsvogeltje zit mooi in de wand. De oevers waren hier. Prachtig, prachtig. Maar eigenlijk zit je gewoon te kijken naar een soort ingegeten canyon. Hij liep vroeger zo. Met een vrij grote lengte. En die hebben ze gewoon ooit een keer afgekort. Omdat ze hier die landgronden beter in cultuur willen brengen. En dat is echt al ergens tussen 1850 en 1900 gebeurd. Dat is echt al heel lang geleden. Het heeft dus een enorme impact gehad op de insnijding van zo'n beek. En later zijn daar op die puntbeek ook allerlei sloten gegraven. En in de moderne tijd, tijdens de roverkaveling, dus er komt ook veel meer water op die beeksystemen af. En dan krijg je dus dat die veel breder wordt, want er gaat meer water doorheen. En hij snijdt zich steeds dieper in. Dat is een enorme verandering. Je ziet inderdaad dat het dus in deze periode is die dus van hier naar daar gegaan. En als je het dan hebt over de problemen waarin we nu staan, we hebben dus te maken met droogte, het bos gaat dood, de mais ligt, de bieten liggen hier plat, de heide die sterft af. Het heeft dus ook deels te maken met dit soort processen. En van het zijn sluitende processen, het ziet er allemaal heel natuurlijk uit, maar het was, een paar honderd jaar geleden was het nog dit. En er wordt in gegraven en die beek gaat zich inslijten, het klimaat verandert, stikstofdepositie. En op een gegeven moment kom je op een soort kantelpunt dat de natuur door zijn hoeven zat. En dan helpt het als je dit verhaal kunt vertellen. Dat je zegt dat je mensen meeneemt door het landschap heen, door de tijd heen. En kunt zeggen een hele belangrijke knop is dus, ondanks dat die beek er fantastisch uitziet, de beekbodem gewoon diepen. Kijk of je het water toch eerder vast kunt houden, waardoor je niet die grote pieken door die beek hebt, waardoor je steeds dieper insnijdt. Dat is toch eigenlijk op landschapsschaal kijken naar die problematiek. Dus dat is eigenlijk mijn eerste verhaal. Dus ik weet niet, hebben jullie nog vragen of dingen die je zo willen weten?
Ja, ik was wel benieuwd naar die, bijvoorbeeld dan die paleobotanische onderzoeken, zeg maar, hoe die bemonstering dan werkt in het veld. Ja, dat is een hele goeie. Ik zal dat even een voorbeeldje erbij pakken. Ja, wat je eigenlijk doet altijd is, eerst heb je proberen te kijken van, wat zijn nou die verschillende lagen? Dan kun je inderdaad zeggen van, nou, als je paleobotanisch onderzoek doet, dan kan je bijvoorbeeld in elke laag kan je monster nemen. Dan sla je gewoon een bakje in de wand, maar je kunt ook het in een zakje doen. En je moet schoonwerken, dus je moet voorkomen als je met de messen die laag erover staan roeren, dat je dan materiaal bijvoorbeeld aan je mes neemt. Dus ja, je moet echt schoonwerken. Maar als je dat dan verzamelt, dan je stuurt het op, dan wordt het in het laboratorium wat het verwerkt. Dan gaan ze het helemaal koken in de zuur en dan blijft het zelf al blijft over. Diezelfde structuur, die heb je zeg maar, je kunt ze koppelen aan soorten of aan geslachten of aan families. Het hangt er een beetje van het pollentype af tot hoe ver je iets kunt determineren. Dus je kunt niet altijd, zoals wij als ecoloog gewend zijn, het altijd op soortniveau brengen. Maar soms kan het ook wel. En dan in dit geval kom ik eigenlijk af dat ik het pollenbeeld al snappen dat het niet heel oud was. Want ik dacht dat het zou dus iets uit ijsdag kunnen zijn, maar dan vind je vaak echt pioniers milieus of een beetje stepachtige milieus. Hier zat bijvoorbeeld al boekweiden in. Boekweiden is een cultuurplant die kwam pas rond 1650 echt tot volle wasdom. Daarvoor kwam die echt nauwelijks, werd die nauwelijks gebruikt als graven was, zeg maar. Komt die ook uit de Oost-Europa? Ja, dat denk ik wel. Ja, hiervoor had je primitieve granen zoals emmentaler. En boekweiden is een klein nieuwgewas inderdaad, dat is aangevoerd. Dus dan weet je eigenlijk al op basis van die soort, dat is een nieuwkomer. En zoals nu de Grunes bijvoorbeeld, hè, die is misschien 100 jaar in Nederland. Kun je ook al een soort datering aan koppelen. Maar als je dus het kunt aanvullen met in dit geval zo'n zanddatering, lichtdatering, dan weet je ook exact hoe oud dat is. Dus dan kan je dus als je dat soortenlijstje hebt, nou, dan kunnen wij met al onze technieken ook ecologische kenmerken aan koppelen. We weten van elke soort hoe nat die staat, welke zuurgraad die heeft, hoeveel voedselrijkdom die aan kan. En dan kun je een soort ecologisch diagram maken, een breed spectrum maken van al die soorten van ja, hoe zag het oude milieu eruit op basis van de eisen die planten aan hun leefmilieu stellen. Zijn het cultuurplanten, zijn het ja, graslandplanten, zijn het ja, veenplanten, je kunt het allemaal groepen maken. En als je dat dan ook weer koppelt aan zo'n hoogtekaart, dan kan je dat ook weer een beetje inschatten. Van de moerasplanten ja, die toen niet op dat bultje gestaan, maar die hebben waarschijnlijk op een gultje gestaan. Dus je kunt eigenlijk al die ecologische groepen die je eigenlijk zo'n abstract lijstje hebt, als je dus met een landschap ecologische bril naar zo'n kaart kijkt, dan kan je al een beetje inschatten wat je heide waarschijnlijk op dat koppeltje staan. Een akkertje, ja, waar heb ik hier nou in die tijd akkers gehad? Want 1650, waar zaten de nederzettingen? Ja, dat is het meest waarschijnlijke plekje in die regio. En zo kun je dan een soort reconstructie maken van zo'n landschap. En wat je dus ook ziet, dat bijvoorbeeld in deze laag een hele andere soorten samenstelling is dan hier. Hier heb je al veel meer venen geplant. Ja. En dat verwacht je ook wel een beetje als je die laag ziet. De kleur van de organische stof, dat kun je als bodemkundig ook een beetje inschatten. En met een stuiver wat erin zit, laat dat eigenlijk ook zien. Ja, dat is natuurlijk wel super spannend. Is die overgang van soorten net zo hard als die lijn profiel? Dat hangt van je bemonstering af. Kijk, je kunt natuurlijk, elk monster kost geld, dus je moet ook heel erg nadenken van hoeveel monsters neem ik. Maar ik denk het wel, en wij natuurlijk hier ook rekening moet houden, is het transport. Hè? Van, als dit beekje begon hier echt in de hoek bij te spreken, maar als je bijvoorbeeld aan een rivier zit, zoals de Vecht of de Rijn, ja, waar kijk je dan naar? En dan is het dus veel betrouwbaarder om echt een geïsoleerd veentje je bemonstering te pakken, dan weet je zeker dat het materiaal te zicht is lokaal. Dat komt echt uit de directe omgeving of uit de monsterplek zelf. En hoeveel soorten vind je ook weer terug in zo'n monster? Dat hangt erg van de kwaliteit af van de paleoknoop. Het is echt een heel eigen vak. Ik doe het zelf ook niet bijvoorbeeld. Het is echt een hele eigen wereld. Ja, en ik heb dan Bas van Geel, ja, dat is gewoon de meest ervaren paleoknoop. Ja, ik denk dat hij zo 80 soorten eruit vist. Ja. En dan maak je diagrammen. En, ja, dat is. Ja, dat is ook een heel verhaal op zich, maar denk ik, ja. Dat is, ja. En hij kijkt ook anders naar de paleoecoloog, kijkt heel vaak naar soorten die gebonden zijn aan droge milieus, of heel erg gericht op bomen en struiken. En als ecoloog, we zijn in elke soort geïnteresseerd, omdat we heel goed weten wat elke soort van verzekkingskracht heeft, hè, op basis van zuurgraad of vocht of voedselrijkdom. En dat is denk ik ook mooi als je samenwerkt, dat je daarmee ook dieper in het landschap kijkt. Wat was die naam die jij noemde, die paleoecoloog? Bas van Geel. Ja, die heeft mij echt heel erg geholpen met dit onderzoek. Ik vond dat ook gewoon super leuk. Ja, ik ben ook benieuwd. Is er ook een manier of zo, of wordt het al gedaan om ook echt een daadwerkelijk een soort van fysiek of een soort van kaartmodel of een soort van visueel model te maken van dat soort landschappen?
Ja, dat was zeker gedaan, maar ik heb daar zelf heel veel moeite mee, want ja, je kunt het hier ook wel een beetje zien. Nu krijg je natuurlijk zo'n soortenlijstje. Dus stel daarvoor even abstract je dieren in de monster genomen. En dan zie je hier een wat lagere plek, je ziet hier een rug. Waar ligt die grens? Als ik bijvoorbeeld het heb over het heidelandschap, ja, dat is op die kopjes hier, dan zou ik die heide-ecotopen zou ik wel durven intekenen. Maar je komt het als grenzen tegen, is dat dan hier nog aan de orde? En dan komt er bijvoorbeeld een soort van buffering, een blauwe kroon. Ja, waar heb je daar gestaan? Is dat dan in het Beekdal? Of is dat, zou die hier ook nog getrokken hebben? Je komt allerlei keuzes tegen. En dus ik ken echt mensen die gewoon voor heel Overijssel een bepaalde geografische kaart maken. Van die tekenen echt in, dit was blauw asfalt, en dit was bos. Maar altijd gebaseerd op misschien 4, 5 monsterlocaties. Ja, het is ook wel bekend dat heel vaak de zeggingskracht van zo'n monsterlocatie is 80 niet meer dan een kilometer. Zeker in bosrijke landschappen. Als het landschap heel open is, dan wordt het natuurlijk groot. Dan heb je ook veel pollen dat van iets verdere afstand in komt waaien. Maar zeker in wat meer gesloten landschappen is het vaak heel lokaal, dat beeld. Maar ook dat is, daar zijn ook wel experimenten mee gedaan, maar dat is toch een beetje een black box. Dus ik denk dat gewoon blijft bij je leest. Je hebt gewoon een monster, nou, bijvoorbeeld is zo'n dalletje hier of zo gezegd, dit is wel een beetje een eenheid. Hè? Ook qua bodem zit het eenheid, qua geomorfologie. Dus net zoals in vegetatie zit natuurlijk altijd in homogene repressieve eenheden. En dat kun je met een bepaalde ecologische interpretatie ook doen. Dat is niet het beste voorbeeld voor deze kaart, maar je kunt gewoon hele mooie, scherpe kaarten maken waarin je die patronen op beeld. En dan kan je de bodemkratering doen. Dus dit maakt eerst een aardkundige kratering. Hoe zit dat helemaal aardkundig in elkaar? Mooi is dat je daar ook gewoon constataties bij hebt. Dat je gewoon weet dat die vena die overal hier ergens op 1,5 meter diepte zit, die komt uit de ijzertijd. Dus als jij een gul vindt, en met veen wat uit de ijzertijd komt, en je hebt dan ook een pollenmonster, ja, dan kun je wel zeggen dat die gul die waarschijnlijk deze vegetatie gaat. Dus die schaal is gewoon heel erg belangrijk. En ja, ik denk dat dit ook wel een beetje persoonlijk is. Hoe ver durf je iets te zeggen over ja, hoe repressief is dat monster? En dat is typisch iets voor onderzoek. En hoe kritisch ben je op je bronnen, op je eigen methode? Ja, ik sta heel opportunistisch in en dan scoor je soms heel goed in de tijdschrift omdat je iets heel nieuws hebt gedaan. Terwijl ik constructiekaart gemaakt, maar als je daar gewoon echt goed naar kijkt als ecoloog, ja, daar zit gewoon heel veel onzekerheden in. Oké. Ja. En dat zijn ook wel leuke gedachten, gaan heel veel toe. Als jij bijvoorbeeld daar voor het eerst mee in aanraking komt, natuurlijk is dat je mag alle kanten op gaan denken, maar het is wel heel belangrijk om je verwachtingen te spiegelen, dat je wat discussies hebt met mensen die daar ja, een tijdje wat meer ervaring mee hebben. Dus soms dan breng je die mensen ook weer op een nieuw idee. Maar zij kunnen jou soms ook echt corrigeren. Zeg, nou, dat kan je zo niet stellen, want die data niet geschikt voor. Dat is ook een hele leuke ontdekkingstocht. Dus dat... We gaan nu naar een ander onderzoeksgebied. Ook weer in Twente, maar ook een hele andere wereld. Dus we gaan nu naar de wereld van de stuwwammel. En meestal denk je dat de stuwwammel op de veeduwen. En dat was vaak dat lijkt vrij uniform, hè? Vrij droog in schaal. Maar die Twentse stuwwallen zijn heel anders, want die bestaan niet uit zand, zoals hier. Het is gestuurd rivierzand van de Rijn, wat hier de Veluwe komt, zit vaak aan de zuidkant een beetje lus overheen. Maar in Twente heb je oude zeebodems die omhoog zijn gekomen. In het Tertiaire, 2,5 miljoen jaar geleden, in een hele periode daarvoor, ja, was dit een hele ondiepe zee. Wat Bentheim, dat gebied dat op die zandsteden was, dat was de kustlijn. Als je 2,5 miljoen jaar geleden daar had gestaan, dan had de zee daar tegen de rotsen aangeklost. En uiteindelijk is dat... Die zeeklei is omhoog gekomen door tektoniek. Hè. Dus er zit een soort breuk hier aan de westkant van Twente. Hier zit een breuk loopt hier. In dit gebied dat gaat nog steeds omhoog door geotektoniek. En dat zie je ook als je naar Winterswijk rijdt. Je bent in de buurt van Aalten, dan ga je ook niks zo'n bult op, maar dan rij je gewoon echt de breuk op. En daaroverheen is die voorlaatste ijstijd, hè, zeg maar, die liep ook 200.000 jaar geleden, maar het ging ongeveer tot 150.000 jaar geleden door. Er kwam het landijs uit het noorden en heeft die oude zeebodem door elkaar heen gekneed in de stuwwal die ligt. Dus er zit heel oud materiaal, dus echt oude zeeklei, kun je zeggen, nu niet aan oude zeeklei, ligt hier aan het oppervlak. En dat maakt die stuwwal dus veel rijker dan die de Veluwe, het is het kleine, maar ook veel natter. Daar gaat het eigenlijk dit verhaal over. Nou, we zijn inmiddels ook een beetje warm gedraaid, dus ik wil nog even terug naar een heel klein stukje theorie. Van jullie leren in jullie school veel het rangordemodel. Dus, gemaakt door Bakker, Zabel en Klein, die hebben proefschrift geschreven over wat is landschapsecologie. En dan leer je vaak dat het klimaat het allerbelangrijkste is. Nou, dat is natuurlijk ook zo, we zitten in het Holoceen. En hier in Nederland zit het gematigde klimaat, zeeklimaat. Dat is heel erg bepalend voor wat er groeit en bloeit en hoe het landschap eruit ziet. Nou, die ondergrond, daar hebben we het ook over gehad, dat het eigenlijk over geologie, dus de lagen die in het landschap in die bodem liggen. En dus
nou, onzekerheid zijn, of een rivierafzetting of een windafzetting. En door wat in het landschap gebeurt, zijn de processen, krijg je relief. Dat kan zijn ontstaan door wind, of door erosie, door smeltwatergeulen. Dat stuurt eigenlijk het grond- en oppervlaktewater aan. Dus als het water op een hoog niveau bijvoorbeeld in de Veluwe in de bodem wegzakt, en dat komt niet dat iets van de bodem lagen, neemt minimale op en komt hier in het rivierenlandschap weer omhoog, dus dat grondwater wordt steeds rijker. En die bodem die laat eigenlijk heel goed zien of die ondergrond rijk is, dat je rijke bodemtypes, of heel arm is, dan krijg je vaak fossilisatie, of als het heel nat is, dan krijg je dus eertvorming, of dan krijg je veenvorming. Nou, en dat, daar reageert de vegetatie op. Dus als je die vegetatie goed kunt lezen, je hebt gewoon een schraal landschap. En dat, ja, dat, ja, dat, dan heb je die vegetatie heeft een relatie met die bodem, met het water en met het relief. Dus als je de vegetatie goed kent, dan kun je eigenlijk het landschap ook een beetje lezen. Nou, die fauna is natuurlijk afhankelijk van die vegetatie, van structuur. Dus die hangt daar ook weer mee samen. En de mens, die natuurlijk ook, die woont niet in het moeras. Dus de plekken waar de mensen wonen, zijn vaak wat droge plekken. En vaak wordt die mensen in de ecologie een beetje als het sausje afgebeeld. Daar wordt niet zoveel over gesproken. Het gaat vooral om het aardkundige deel, en de vegetatie, de fauna, dat is natuurlijk het centrale punt. Maar dat heb ik in het vorige verhaal ook, dat die mensen soms daar gewoon dwars doorheen gaat. Hè. Zoals in de 17e eeuw, nou, dan denk je vaak ook in IJs dus, ver weg, gaat nog ouder dan de oudste topografische kaart die we hebben, dus al ver voor 1850. Toen zou het toch wel ongeveer koekend uit, een beetje hetzelfde zijn geweest op de kaart. Nee, dat is compleet anders. Hè. Dat voorbeeld van het natte zand en met die verstuiving en die moerasvorming. Dat laat zien dat die mensen heel vroeg in het landschap sturen. Of bijvoorbeeld het gultje dat het thuis was ingeploegd in de ijzertijd. En voor de jaartelling was de mens al in staat om van een moeras een overstoven landschap te maken. Dus dan loopt dat model niet meer zo lekker. Dus dan is het niet zo dat die ondergrond het weer uitstuurt en daarna het grondwater in de bodem. Het gaat soms compleet door elkaar heen. Nou, dat volgende verhaal gaat ook over. Nou, dus met dit model probeer ik dat een beetje los te laten, die hiërarchie, maar gewoon heel onbevangen te kijken naar de landschappen. Soms is dat die mensen sturen, soms is dat die natuur, soms is dat die aarde. En het gaat door de tijd heen, kan dat gewoon variëren. Nou, we hadden het ook even over verschillende bronnen. Ik kan ze ook wel even laten zien. En hier zie je ook een beetje de tijdsdiepte die bij die bronnen hoort. Maar wat ook altijd wel fijn is, als je bijvoorbeeld in de geologische indeling kijkt, dan heb je het over het laat-glaciaal of in het Pleistoceen. Ja, allemaal vrij lastige termen, pre-boreaal, boreaal, atlanticum, sub-boreaal, sub-atlanticum, nou, daar zitten wij nu in. Maar daar zitten ook archeologische periodes. Als je een archeologisch rapport leest, dan hebben ze het vaak niet over die geologische indeling, maar dan hebben ze het over die periode die daarboven staat. Dat overlapt, zie je dat met die geologische indeling. En dat was soms best lastig, want sommige bronnen die zijn archeologie, dus je hebt het altijd over de ijzertijd, de bronstijd, en dan lees je zo dat geologisch onderzoek wat daar in de buurt kan hebben, ze dan denk ik over sub-boreaal. Dus sub-boreaal, wat is dat nou? En dus zo'n lijstje is heel handig om bij de hand te hebben als je die literatuur leest, om te snappen van waar hebben ze het nou eigenlijk over. En als je dan naar bronnen gaat, en dan hebben ook die bronnen hebben verschillende tijdsdieptes. Hè? Dus oral history, hè? Als je met streekbodems gaat praten, gaat natuurlijk niet verder terug dan het leeftijd van die mensen van generaties ervoor. Hè? Dus, als je gelukkig hebt, vind je een oude boer hier van zijn vader, of misschien zelf net de situatie voor de oorlog meegemaakt. Nou, wat voor jullie heel belangrijk is, is de periode van voor en na de ruilverkaveling. Het is een enorme omwenteling geweest, en vooral met de hydrologie. Het is heel interessant om met die boeren te praten van, ja, maar wat veranderde hier dan? Was je daar nog in het veld bij Twello? Nou, dan is het een enorme overstroming voor de ruilverkaveling. Dat is echt voor de jaren 60. Omdat de ijzer soms hier boven kwam in het water, gewoon dat het achterland niet wegkomt. Dat is hartstikke boeiend. Ja, en dus je ziet eigenlijk al die verschillende bronnen hebben, vanuit de mens, de natuur en de aarde, die hebben allemaal een verschillende rijkwijdte. En als je dus echt vanuit die datering voor 1850 terechtkomt, dan kom je er bijna niet aan om naar dateringsonderzoek of pollenonderzoek om daar naartoe te gaan. Dat kan ik hier ook laten zien, want dit is dus de stuwbal van op Marsum, de cirkel die staat daar. En zoals ik al zei, van, die bestaat deels van klei, dus wat je ziet, is dat dus door het landijs dat vanuit het noorden kwam, hè, is die zeeklei dus opgestuurd, een beetje dakspansgewijs opgestapeld zou je kunnen zeggen. En als het dan regent, hè, dan zakt dat water vanuit die bult naar beneden, maar komt dan heel snel in die ondergrond die klei tegen, die daar een beetje scheef in ligt, en het stroomt lateraal uit. Dus je krijgt eigenlijk bronnen heel hoog op de helling. Dus wat je op die stuwbal in Twente vaak ziet, is dat dus hoog in het landschap niet altijd droog is en laag in het landschap niet altijd nat. Want hier is het vaak heel droog, hier is het dan weer heel nat, de
hier is dat weer ook heel nat. Dat zie je hier ook. Even, dit is zo'n helling. Je ziet hier het water uittreden. En hier is het hartstikke droog. En hier is het heel nat. Dat zie je net op zo'n plekje waar het water dus tussendoor komt. En dat maakt het landschap heel fijnmazig. Hele fijne schaal, heel subtiel. En dat maakt het ook voor je vegetatie, ook voor het landgebruik, dus heel veel uit. Die ondergrond is heel sterk sturend. Maar voor de mensen die het gebied kennen, je hebt hier het dal van de Mosbeek, dat is best wel bekend. Met allemaal waterloodjes erlangs. Dan heb je hier de paardenstrengte, hier de Springendalsebeek, is ook wel een vrij bekende. Dat zijn de cirkels van Jannik, dat is een experiment geweest na de oorlog toen de grote mechanisatie kwam. Dachten de boeren van nee, als we nou eens de cirkels van ploegen doen, in Amerika bijvoorbeeld, dan hoef je niet te keren, want je trekt weer met de ploeg. En dat hebben die textiel-eigenaren, die hebben dat hier al geprobeerd. En dat ging op zich best, maar het is niet de meest vruchtbare grond hier. Dit is dan dit vallen met zand, dus dat hebben ze eigenlijk hier verlaten, dus het is heilig geworden. Maar wel heel erg leuk. En ik ga het gewoon hebben over het Mosbeekdal. Het is vanuit de natuurbescherming is dat een heel beroemd gebiedje. Het is zogenaamd kalkmoeras. Als je de Natura 2000 taal gebruikt, maar het is bijvoorbeeld blauw grasland. Als je meer vanuit de vegetatiekundige inleiding hebt, dan op de Spaanse ruiten. Arnhemmige waterbie staat hier. Het is een onovergebroken plantje, maar het is wel heel zeldzaam. Het is ook gebonden voor zogenaamde doorstroomvegen. Dus het water komt uit de grond uit, tussen twee van die kleilagen van het leg. Het stroomt constant, omdat er een hele grote voorraad achter zit. Er is een heel klein gebiedje. Het is maar een paar hectare, komen al heel veel verschillende habitattypen voor in dit geval. Ze zijn vanuit Natuur 2000 aangewezen. Maar dat blijft, hè, als je hier komt, ik kwam hier ook al als student. Ja, dan denk je, dit is echt zo'n oudste weg naar Rome. Hè. De hele boel is plat geëgaliseerd en gecultiveerd, allemaal Engelse high of lies. En dan kom je een keer in zo'n paard en dan denk je van nou, dit is wel iets bijzonders. Hè. Dit is waarschijnlijk wel heel oud. Dan pak je een oude kaas van 1958 jaar. Het ligt er inderdaad al helemaal zo in. En, nou, dat zal misschien wel al vanaf de ijstijd zo zijn geweest. Hè. Venig, mooie diverse vegetatie. En als je daar dan doorheen gaat, ook vanuit de andere bronnen, dan blijkt dus dat het echt een door mensen gemaakt landschap is. Nou, weet je dat dan? Voorgangers van mij, die hebben het waterschap en ook bij de bosgroep, hebben allerlei bronnen die op die stuw al liggen, hebben ze hersteld. Die bronnen waren vaak door graven met sloten om het voor landbouw, voor bewijding beter te maken. En een deel van die ontwatering is er weer uitgehaald om die bronnen echt weer in optimaal vorm te laten floreren. En dus die hadden ze eigenlijk al op kaart gezet en dat was super. Dus je weet dan, hé, dit zijn bronnen, dus er zit misschien wel veen in. Nou, dat was wat minder bekend. Sommigen zeiden, ja, er zit inderdaad wel wat veen in, dat is wat moer. Dus die ben ik allemaal af gaan boren en gekeken van, nou, hoe zien nou die profielen eruit? En ik heb de meest dikke veenprofielen, die heb ik geselecteerd. En ik heb Bas van Geel, dat is deze man, gebeld als ik vanaf was. Ik zeg van, zit je vol met veen gestuurd? Maar dat kan toch helemaal niet? Het is een droge bult in het landschap. Ik kom er wel aan. Dus hij kwam een paar dagen later mee in Twente. En hij stond echt te kijken van, goh, dat is toch wel heel bijzonder. Kleine veentjes, niet groter dan dit lokaal hier. Hij zei van, nou weet je wat, Hout, we gaan gewoon een polonderzoek doen. We nemen een Bardenaarboor mee, dat is een hele lange boor zoals je ziet. Die kun je in het veen duwen, dan krijg je zo'n profiel. Nou, aan dit profiel kun je macroresten-onderzoek doen, dus alle zaden die hierin liggen. En die kan je determineren, dus je zaagt plakjes, je maakt allemaal plakjes. En daarin kan je elk plakje, die kan je dus helemaal in zuur koken, dan komen dus die resten tevoorschijn. En dan kan je pollen uithalen, maar je kunt ook die vezeltjes eruit vissen en kijken van, hé, is dit nou een zeggenplant? Of ik vind een zaad, bij welke zaad wordt, welke plant wordt die bij? En zo kun je ook per plakje kan je dus de lokale vegetatiesamenstelling reconstrueren. Welke planten groeien in dat veen? Echt lokaal. Want die pollen, die komen van de plek zelf, maar ook van de omgeving zijn die komen aanwaaien. Dus een mix. En als je dan die basis van het veen dateert, dat hebben we dus gedaan, met koolstofdatering in dit geval, dan blijken dus de meeste bronnen uit de late middeleeuwen. Dat is best laat. Meestal verwacht je dat, je vindt vaak wel oud veen, het begin van het Holoceen, maar dat hele jonge veen, dat kom je eigenlijk niet tegen. Dus vanaf de middeleeuwen echt veenvorming, dat is best zeldzaam. Nou, dat heeft dus ook te maken met die mens. Van, die stuwwal bestaat veel uit klei, dus daar moest je heel lang bij iets zijn. Toen die ploegen bestonden uit hout en je moest daar met je os die kleibodem in, dat was no-go. Die kon direct vast, dus die mensen die kwamen daar niet. Maar toen op een gegeven moment je echt over goede ploegen kon beschikken, ja, toen kon je op die zwaardere gronden, vanaf de middeleeuwen kon je die zwaardere gronden ontginnen. Daarvoor begon je er gewoon niet aan.
En is er dus een lokale onderzoeker die alle boerderijen van Twente heeft die onderzocht. Bij welke instituties hoorden die bronnen? We hebben een fantastisch archief in Twente. Er zijn hele goede boeken bewaard gebleven met namen van boerderijen. Die gaan eigenlijk gewoon terug naar de middeleeuwen. Dat is onder de Molhof. Dat is een hele. Dat is naam van een boerderij. Dus ja, iedereen kent dat ook eigenlijk wel in Twente. Ja, die bijvoorbeeld horen bij een van die grote kloosters die hier in Duitsland liggen. Je hebt hier bijvoorbeeld Vreden in Essen. Werden, dat zijn hele machtige kloosters, die horen eigenlijk bij Karel de Grote. Die hadden dus als doel om de heidenen die hier in Noord-Europa waren te bekeren tot het christendom. Dus dan praat je over de vroege middeleeuwen, 800 tot, ja, tot ja, 1100, zeg maar. En die hadden ook, die boden eigenlijk ook wel bescherming. Dus ze gingen eigenlijk op pad om die mensen te bekeren. En ook wel een beetje bang maken. En uiteindelijk hebben ze eigenlijk een soort dealtje gesloten. Ze zeiden van, nou, het zal maar heel onduidelijk wie de macht is, maar als jij nou jou goed aan mij opdraagt, dan krijg je van mij een hele laag pacht. En dan, als er dan heilig is, dan komen wij jullie beschermen. Dus eigenlijk gewoon een beetje stratego. Er is een aantal van die goederen behoren bijvoorbeeld dat die kloosters die je ver in Duitsland lagen, die moesten ze elk jaar met een pacht betalen. Dat staat netjes in die boeken, dus die boerderij in Twente. En die moest dan pacht betalen aan een van die kloosters hier in Duitsland. En dan gingen dus de rentmeesters op pad met de karretjes om dus die pachten te innen. Eerst vaker natura, dus een graan of een honing of zoveel mandelen en snoeken. Dat staat er gewoon in die boek allemaal opgeschreven. En later ook in geld. Dus dat was een ratje toe. De bisschop van Utrecht had een heleboel goederen, maar ook die kloosters. En met name die kloosters die ver weg zaten, die zijn het oudst. Daar hoort ook bepaalde rechtsstatus bij. Dat zijn zogenaamde horige goederen. Dat zijn allemaal de zwarte bonnetjes. Dus dat zijn boerderijen die waarschijnlijk voor 1100 al bestonden. En dan zie je ook wat patronen, zoals hier zie je bijvoorbeeld een route. Dit is weer die route die door dat Lutte Zand ging, waar we het net over hebben gehad. Dat is eigenlijk de basis van de ontginning. In die volle middeleeuwen kreeg die bisschop van Utrecht steeds meer macht. Dus die zat er ook al in de vroege middeleeuwen, maar in die late middeleeuwen kwamen daar nieuwe bezittingen bij. Dus ook naar de leengoederen, die liggen er vaak rondomheen. Dat zijn die kooienbolletjes. Ja, dus, en pas echt nog later, dan zie je dat ook, daar komen er zoveel goederen bij dat. Dat er ook nieuwere vormen van grootgrondbezitters komen. Ze zijn vaak met een lokale kloosters. Dus het gaat eigenlijk ook door. Hè. Er komen nieuwe kloosters op. En die krijgen ook weer goederen meegeschonken, vaak vanuit oudere instituties. Of ze worden doorverkocht. En dan zie je die gele bolletjes. Dat bouwt zich eigenlijk uit. Dus je ziet eigenlijk een soort schillen van ontginning. Eerst die zwarte plekken, die worden gekoloniseerd. Dan die rode plekken. En dan de meest slechte plekken, zoals die natte broekgebieden en die moerassen. En daar liggen dan vaak die gele bolletjes. Dat zijn een beetje de C-locaties. De A-locaties zijn het beste. En ja, als die boerderijen gesticht worden, ja, dan moet er ook akkerbouw zijn. Dus er wordt compost, er worden akkers gemaakt. En dat heeft een enorme effect op het land. Ik zie daar een vraag. Hoe kan je precies herleiden dat die boerderijen waarschijnlijk voor 1100 zijn gebouwd? Hoe herleid je ze? Dat is een hele goeie. Nou, dat hebben allemaal al voorgangers, dat zijn historici, die hebben daar al van tevoren onderzoek naar gedaan en daar bouwen we weer op voort. En dat zijn de zogenaamde tafelgoederen, de horige goederen, dat is een bepaalde restvorm, die speelde eigenlijk vooral in de vroege middeleeuwen. Daarna komt het leenstelsel, het eerste hofstelsel eigenlijk, en daarna komt het leenstelsel. En dus als je goederen hebt die dus horig zijn, dat ging heel lang door, en je hebt ook nog daarbij een groot grondbezitter die van ver weg komt, die dus heel veel macht had. Dus dan zit je ja, eigenlijk echt in die vroege middeleeuwen kom je dan eigenlijk uit. Je ziet ook vaak dat die leengoederen, die jongere vormen van grondbezit, ja, dat wordt dan vaak meer bij de bisschop van Utrecht bijvoorbeeld, of meer de lokale instituten. Dat komt er dan uit die stiftingen komen die al. Ja, er staat die restvorm bij. Ja. En die restvorm die gaat ook door in de tijd, zeg maar. Ja. Zeker in Twente, ja, ik zie je dat jij daar hoort. Dus, ik weet niet of je. Ik ben geen Twentenaar, ik ben een Fries, maar ik ben geïnteresseerd in. Ja, en dat is dus ook weer een manier, hè? Dus het is een heel ander vakgebied, ik kijk gewoon een kunstje af. Maar omdat je dus in Twente een fantastische bronsituatie hebt, die namen van die boerderijen, die gaan gewoon helemaal terug tot in de middeleeuwen. Dus ik heb een goederenlijst van Abdij Werden, dus daar komen die namen van die boerderijen in. Ongelooflijk. Dus die kun je gewoon terugtraceren. En ook in de kadaster 1832, heel ander stand, staan die boerderijen ook op de kaart. Dus dan weet je eigenlijk al, hey, ik heb een soort aanname, het is natuurlijk allemaal wel een beetje mits en maren, maar waarschijnlijk, doordat je een massa aan data hebt, kun je toch wel een soort ontginningsgebied, een soort ontginningsgolven afleiden. En daar, als dat dan ook nog weer straks met z'n gaan doorzien met de dateringen van het veen, ja, dan kun je dingen aan elkaar linken, dat dingen gaan schuiven. Nou, wat gebeurde er in die tijd?
Die tafelgoederen van de bisschop, dat zijn dus die horige goederen. Hè, dus die bisschop zat in Oldenzaalf en op Marsum. Je had daar omheen allerlei goederen die gewoon direct eigenlijk leverden aan zijn ja, hofje, of waar hij op dat moment eigenlijk even was. Als hij in Twente was, dan moest dat geleverd worden. En daar zitten ook andere rechten aan, watermolens bijvoorbeeld. Hè, dus heel veel watermolens in Twente, die horen ook weer bij de bisschop. Dus dat is heel handig als die boeren moeten malen. Dus, dat moeten ze voor betalen, zo hou je nooit geld in de zak. Dus die watermolens zijn van belang, maar ook de Hansegoed, dus dat speelt er helemaal los van. Maar je had natuurlijk ook handel, hè? Dus die rentmeesters moesten door het land om dat geld op te halen. Maar dat, je had natuurlijk ook gewoon handel. Hè? Dat ging ook gewoon in de Hansetijd bijvoorbeeld, heel veel steden ook in Twente, die sloten gaan met Hansen verbond in de middeleeuwen. En dat kon niet allemaal via water, dat ging hè, natuurlijk langs de IJssel bijvoorbeeld, hè, maar dat ging ook over land. In heel veel steden in Twente, bijvoorbeeld op Mars en Ols, hadden waren gewoon Hansensteden, dus die horen bij dat verbond. En de hele Noord-Duitse laagplakte viel onder het Hansenverbond. En dan zie je ook vaak de wegen, dus de steden, maar ook de wegen, die worden dan daarin, die zijn ook gereconstrueerd door mensen die daar ook onderzoek naar hebben gedaan. En die zijn ook heel plaatsvast, dus ook die wegen kom je later straks tegen, die middeleeuwse wegen, en dan weet je ook waar de druk op dat landschap zat, waar die handel plaatsvond. Nou, en dit inzetkaartje is van 1824, dus eigenlijk hartstikke jong. Het heeft eigenlijk niks met de middeleeuwen te maken. Maar er stond in die middeleeuwse bronnen wel dat Hardenberg en ook Marsum, dat het allebei Hansensteden waren. En als ik dan kijk op het AHN, ik zie hier zo'n karrelspoor gebeuren, dan zijn daar niet drie wagens in gegaan. Dat is een hele grote verkeersader geweest. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want deze weg ligt op de top van de stuurwal. Aan beide kanten heb je diepe erosiedalen, waar het dus nat. He, zoals hier heb je al de Mosbeek aan de westkant, dat is al heel erg veenig en nat. Daar kon je dus niet langs met je karretje. Maar hier over die rug, daar kon je heel goed rijden, als droge grond. En dat zijn toch belangrijke aanknopingspunten. Dus je weet waar die goederen lagen, he, dus in welke tijd dat gebied ontgrond is. Maar je weet ook waar het transport plaatsvond. Op basis van aardkundige kenmerken en schriftelijke bronnen. Dan hebben we dus gekarteerd in dat Mosbeekgebied. En dan zie je dus dat eigenlijk alles wat binnen het Paarse vlak valt, is veen. Nou, wat gebeurde er dan? Ik laat straks allemaal sedimentlagen zien, die hebben gedateerd. Dus dit is eigenlijk, als je dan boort en je gaat naar het onderste laagje, dan vind je hier eigenlijk gele zand, dat is eigenlijk het onverstoorde materiaal. En daarop ligt een zogenaamde laag colluvium, dat is een verspoeld zand. En colluvium dat bevat ook wel deels organische resten, die kan je weer dateren met koolstofdatering. Dat zit in die veenbasis. En dan zie je dus dat die basis van dat veen 13e eeuw is. En dus ergens rond 1250, zeg maar. En die route die ligt hier stroomopwaarts. En als je dus kijkt wat dus relief doet, ook in Nederland, dit is dan wel eens een Veluwe, maar je ziet dus dat na een bui, als je dus kale grond hebt en je hebt relief, dat heb je in Twente heel sterk, dat er dus heel veel sediment drift kan gaan. Daar kunnen we ons eigenlijk niet zoveel meer bij voorstellen. Erosie is iets wat we niet echt kennen in Nederland. Maar het is er zeker. Dus iedereen die op de Veluwe loopt, na een dikke regenbui, die zou dit herkennen. Dus er gaat heel veel sedimentstroom af. En dat komt natuurlijk op de laagste plek terecht. En dat is in zo'n dal, dus je krijgt dan opvulling. En dan heb je op basis van, heb je nog een aantal watermolens. Nou, die hebben we allemaal kunnen dateren, van wanneer zijn ze gesticht. En als je dus op basis van die mensen die raden er hebben, ja, in het verhang kun je eigenlijk bepalen van, nou, dan heb je, als je hier een watermolen wil laten draaien, met rad is 2 meter, en dat hebben al die raden in de Twente. Ja, je hebt dit in dit verval, dan ga je als het ware in gist vaststellen hoe hoog dan het water is komen te staan als je dus die watermolens had. Want die gele molens dat zijn bestaande watermolens, maar er hebben dus voorlopers gelegen, deze in de middeleeuwen van de bisschop. En deze die is rond 1650 is die hier gestikt. En dus die middeleeuwse molen die is nu al weg, maar die is dus op basis van veldnamen, heeft die waarschijnlijk hier gelegen, de Denenmolen. En als je die dus weer zou neerzetten met die dimensies die bij die molen hoort, dan rijdt dat water van die opstroom precies tot hier. En hier ligt een dekzandrug en hier ook. Dus dat vormt een soort kurk op de fles, zou je kunnen zeggen. Dus al het water dat hier uit die helling komt, dat kon dus toen die watermolen draaien niet weg. Dus echt stagnatie. En dat is waarschijnlijk de reden waarom hier toen veen is gaan groeien. Dit noemen we dan stuwschaduw. Dus dat iemand, onze watermolenspecialist Hans de Mars van de RHDFV, die heeft dat voor mij uitgezocht. Die weet alles van die watermolen, wat voor dimensies die raden hadden. En je hebt dat dus bepaald van hoe groot is dan die uitwerking van die molens. Dus je ziet ook dat daar dus hele natte milieus waren. Gewoon op basis van die molens. Het gewoon over de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Nou, wat gebeurt er dan? Hè, van
Die molen die wordt dus gebouwd, dus je krijgt opstuwing, dus gewoon oppassen van die molen, het is wat natter. En je krijgt dus veenvorming. Je hebt het eerst als collusion, dat is een beetje van het ja, bruine, verspoelde materiaal, dat is het organische stof in, maar het is heel moeilijk. Daarachter heb je een plantenrestje, niet al te veel, en dan heb je hier echt veen, gewoon echt plantenresten. Zeggen planten, mossen. En die, ja, die beginnen in de 14e eeuw begint het pakket te groeien en dat heeft waarschijnlijk dus zo doorgelopen. Nou, die slaglijn die hier doorheen loopt, daar komen we zo nog op, want dat is het huidige maaiveld. En waarschijnlijk heeft dat er dus zo uitgezien. Het zijn ook zogenaamde doorstroomvenus in het New Forest. Dus die komen hier daar ook nog wel eens. Heel bijzonder gebied. Hè. Het ziet eruit als heide, maar je ziet eigenlijk aan alles al dat hier dus niet echt een beekje loopt, maar heel diffuus stroomt het water daar door die heide heen. Dan heb je ook een vegetatiedij die echt goed overheen komt met de mosbeek. Nou, dan heb je ook nog een fantastische plek met hier een paar bladen goudveld. Dit is eigenlijk dit is hetzelfde profiel, dus dit is links, dit is rechts. En daarboven zie je eigenlijk die twee beekjes, hierheen en hierheen. En het ziet er hartstikke natuurlijk uit. En in het kader terug naar de bron zijn ook allerlei greppeltjes gedempt die hier nog inlagen. Het goudveld is overal woekeren. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar uiteindelijk zitten we hier dus in een dichtgeslipte molenkolk van zo'n watermolen. Dit blijkt dus... de molenweide moest het dan te zijn van die watermolen. En die is rond 1700 is die verlaten, is die gewoon verland. Er zit ook allemaal veen en als je dat ook in boord hebt, dat zie je toch allemaal. Oh, dan is het weer een stuk hout en dan is het weer veen. En heel erg verstoord, het is echt organisch. En pas de laatste 30 centimeter, dat is dan weer broekveen. Dus je kijkt hier eigenlijk gewoon in een dichtgeslipte molenlocatie, topnatuur. Nou, even weer terug naar het Mosbeekland, als je iets verder stroom opbaast. Er zijn ook, dit is een kadasterkaart van 1832. Dat is de eerste kaart waarop op basis van belasting werd geïnd. En dan zie je dus dat die Mosbeek, die begint eigenlijk heel erg stroomafwaarts. Dit is het huidige kaartje, dus eigenlijk, je ziet een beetje hetzelfde gebied hier. Dan zie je dat die karteerders hebben aangetekend dat hier ergens een beetje begint. Je ziet hem hier ook mooi kronkelen, dus dat is eigenlijk hier. Maar dit hebben ze getekend als... Stond als heide op de kaart, maar het komt heel mooi overeen met dat paarse veengebied dat we later met de boor hebben uitgekarteerd. Dus er lijkt hier geen beek te lopen, maar ja, dat weet je mooi precies, van hoe goed hebben ze daarna gekeken. Maar in 1850 is dat nog steeds een beetje zo, de topografische militaire kaart betekent gewoon moerassige heide. Maar hier rond 1900, dan zie je in één keer dat beekje op de kaart komen. Maar je ziet ook dat het wegenpatroon heel anders is. Hier is het een soort slingerweggetje. En wat is er dan gebeurd? De gemeenschappelijke marken die zijn verdeeld. Vroeger was de niet gecultiveerde grond, dus de heidegronden, die waren van alle boeren in zo'n gemeenschap. En die konden daar plaggen steken, die konden daar beweiden. En rond 1850 is daar een eind aan gemaakt. En heeft men bij wet gesteld van alle gronden geprivatiseerd worden. Dat houden we ook met dit instituut marken. Dus iedereen krijgt zijn deel, dat wordt gewoon netjes verdeeld onder de boeren. En dat betekent dus dat ook in het veld ver van de buurtschappen af... dat boeren daar hun eigen stukje krijgen. Dus daar moet er ook wel in een keer wegkomen, want ja, het perceel moet wel bereikbaar zijn. Eén, dat stukje hoorland wat hier lag, of moeras, ja, daar kunnen misschien ook wel wat meer koeien oplopen. Dus dan wordt dat ontwaterd, want dan is het beter te gebruiken. En daarvoor werd het allemaal een beetje tegengehouden, want dat was een soort democratisch proces. Als er iemand niet voor was, dan werd die sloot niet gegraven, werd dat bosje niet gekapt. En ja, als het geprivatiseerd is, ja, dan kan gewoon iedereen zelf besluiten wat hij wil. En dan zie je op het basis van het hoogtebestand, zie je eigenlijk ook, als je daar goed naar kijkt, een soort ja, greppelstructuurtje liggen hier. Hier ligt een soort slenkje, dat ook, zelfs door Westhof werd dat gezien als iets natuurlijks, een mooi slenkje. Maar als je daar dan goed naar kijkt, dan is het eigenlijk erosie. Je ziet daar dus, dat noemen we dan bronerosie, en in zo'n beek zelf zie je dan terugschrijven die erosie. En dat kan ik straks visualiseren door in de beekbodem de beekbodem te meten, en ook op de flank waar het veen ja, redelijk... Ja, waar je echt een redelijk onverstoord oogt om daar ook een project te maken. Dus in te meten met waterpasinstrument. En wat zie je dan? En dan zie je dus eigenlijk, dit is de beekbodem van de Mosbeek. Dus het is die blauwe lijn. En hier zie je het maaiveld van het veen. En dat veen is echt een soort ribbenkaststructuur in. Dat zijn dus allemaal kleine gultjes. Waar dus het veen is weggespoeld. En waar dus die erosie plaatsvindt. Dus die beek is door dat veenpakket heen gesneden. Hier ligt hij er nog op. Dus hier zit je echt aan het begin. Dus dan stroomt je nog over maaiveld af. En hier snijdt hij dan in het veenpakket en vreet hij zich helemaal in het zand. En dat zie je ook hier een beetje. Je ziet hier de beek met allemaal van die zijgeulen. Het ziet er prachtig uit, maar het is eigenlijk allemaal aantastelijk van het veen.
En dat is echt zo'n schrikken, want in 2016 hadden we een mooie sneeuwwinter. Dat materiaal begon te smelten en dan zie je hier een watervalletje. En dan denk je, dat is een soort takkendam. Dat is sprieten, het hout, het listanden. Maar dat is dus veen wat hier ingesneden is. Dus gewoon in één winter, door dat sneeuw wat afsmelt, heeft zich hier 20 centimeter, heeft dat beekje zich ingesneden. Dus je krijgt een soort watervalletje. En dat insnijden, dat gaat stroomopwaarts door en dat noemen ze dan terugscheidende erosie. Dus het veen brokkelt af. En dat is hier ook, dat is ook wel mooi met die sneeuw. Hè, van, dus waar, het, ja, waar je dus geen toestromend grondwater hebt, ligt dat sneeuwpakket. En hier ligt dan ja, zout en grind. En dat is dus ja, afbrokkelend veen, dat gewoon wegspoelt. Het ziet er heel mooi uit, ja. Het is één grote brokkelende. En dan zie je hier dus ook wat er gebeurt. Ze hebben dus ooit die beek in dat veenpakket gegraven. En ze zijn gaan greppelen. En omdat er zo'n enorme kweldruk achter zit, gaat dat veen hier dus stromen. En krijg je dus deze, noemen we dan bronerosie. En hier dus terugschrijvende erosie. En dus waar je dus eerst vraag had van opvulling vanaf de middeleeuwen, heb je dus ja, vanaf 1860 insnijding. En gaat het systeem weer terug naar zijn oorspronkelijke staat van zijn. Ja, dat is ook natuurlijk heel erg. Maar in Nederland is alles natuurlijk zo planologisch afgegeven, dat wij dus vroeger ruimte hadden waar dus gemeenschappen konden schuiven in zo'n landschap, omdat alles heel langzaam ging. Dan ging dat eigenlijk vanaf de ruigelkaveling en de mechanisatie, de kunstmest en de hele privatisering. Ging dat zo snel dat die natuur weer helemaal zit opgesloten en helemaal geen uitkijkmogelijkheden meer. Dus als je dit doorlaat gaan, ja, dan is het nog steeds natuur, maar dit krijg je nooit weer terug. En ook die natuur waar we zijn gevormd al die honderden jaren en nu heel zeldzaam zijn geworden in Nederland, ja, die ben je dan wel kwijt. Dus we hebben de noodklok geluid. We hebben iedereen met de haren het veld getrokken, het waterschap, de terreinbeheerders, naar die schokken natuurlijk. Ik dacht, oh, dat zijn mooie beetjes, prachtig, prachtig. En toen heb ik uiteindelijk gezegd, hoe ga je dat proces stoppen? Dat is eigenlijk niet te stoppen, dat gaat gewoon door. Of je moet de beekbodem weer omhoog brengen. Dus dan breng je eigenlijk, dan kijk je naar de verhanglijn, noemen we dat. Eigenlijk de natuurlijke lijn op het relief. En dat probeer je dus die beekbodem weer terug te brengen. Dat kan alleen de beek van die weer. En dat is heel moeilijk, want je ziet, vroeger deden ze dat gewoon met stuwtjes. Maar als je heel veel kweldruk hebt, dan gaat het water onder de stuw door of gaat er omheen. Dan loopt het water uiteindelijk met een dikke piekbuik gewoon omheen. Dus dat gaat niet, of ze doen het met takkenbossen, maar dat is ook, ja, ook eigenlijk te hard. Maar als je het met zand doet, dan blijft dat liggen. Alleen dan moet je het zand wel beschermen tegen pieken. Dus dat is dan hier met grind. Dat hebben we dus gedaan door er een grondmechanica bij te halen, die dus kan rekenen aan stroomsnelheden, maar ook aan sedimenttransport. Ja, dan ga je dus op basis van de debietmetingen kan je dus uitrekenen hoe grof het zand moet zijn, maar ook het grind wat er op ligt om dat zand vast te houden en hoe dik dat pakket dan moet zijn. Dus dat was een heel leuk proces. Ik zag trouwens nog vragen tussendoor, is iets niet duidelijk? Maar wat is hier dan precies het probleem van? Is dat gewoon echt dat, omdat die beek weer op de mineralen ondergrond gaat stromen, dat gewoon heel dat gebied aan het verdrogen is? Ja, dat klopt. Want dat veen dat is eigenlijk een pakket opgestapelde plantenresten. Hè, dus omdat dat van origine altijd onder water zit, zijn die voedingsstoffen die in dit pakket zitten, die kunnen niet vrijkomen. Dat is permanent nat, er kunnen geen bacteriën bij komen. Dus het stapelt op. Op het moment dat je dat veen gaat ontwateren, dan komt dus dat grondwater niet meer in die spons, niet meer in dat veenpakket, dus het wordt zuurder. Dus je kunt je voorstellen dat rondom zo'n geultje, dat het water dat hier in dat veenpakket zit, dat stroomt naar zo'n geultje toe of stroomt misschien zelfs wel naar de beek. Waardoor die toplaag van dat veen niet meer gewucht is door dat grondwater. Dat is één probleem, wat zuurder. En het tweede probleem is dat die plantenresten die daar dus zijn opgebouwd, dat daar dus veel meer zuurstof bij komt. Het is niet meer permanent nat, het wordt snel afgekoeld naar die kleine geultjes. Het gaat afbreken, bacteriën kunnen dat materiaal af gaan breken en dat levert voedingsstoffen op. Die zijn heel lang opgeslagen geweest, die komen in één keer vrij. Dus die planten die honderden jaren gewend waren aan extreme voedselarmoede, maar ook aan een heel hoge zuurgraad, die moeten in één keer veel meer voedingsstoffen, met veel meer voedingsstoffen om kunnen gaan en zuren. Die voedingsstoffen dat gaat vaak heel goed, groeien heel uit school, maar er komen planten bij die veel harder gaan groeien. Pitrus of wilgenroosje en die overwoekeren die soorten die aan die armoede zijn gewend. Bijvoorbeeld een armoede geratenbies, dat is een heel klein spietig plantje. En die is niet voor niks zo klein, omdat die gewoon heel weinig voedingsstoffen nodig heeft. Maar als we dan veel meer voedingsstoffen aanwezig zijn gekomen, dan gaat bijvoorbeeld een kale jonker of een speerders, dus die kan in één keer ook gaan groeien, want die ja, veel meer voeding krijgt gewoon concurrentie. Dus die soorten die verdwijnen worden gewoon weggepest door die snelgroeiers. Zo en,
is dit op, is die vegetatie dan op zo'n lange termijn dat het per se teruggedraaid wordt? Krijg je dan een soort van ecologisch kantelpunt dat je ook gewoon helemaal niet meer terug kan? Ja, dat is een heel goede. Dat kantelpunt was aan de gang. Want die bron die ook zich gaat voort, dat veen borrelt steeds verder af. Dus je raakt echt gewoon je substraat kwijt. En ja, die verzuring die gaat ook door. Dus ja, dat is eigenlijk niet meer terug te draaien. Totdat het helemaal op is. En dan zou je misschien weer in het zandpakket uit kunnen komen. En dan krijg je iets heel anders. Wat dat zou ik ook niet kunnen zeggen. Maar ja, want als ik daarover nadenk. Maar dan kijk je natuurlijk ver in de toekomst. Dus het is toch natuurlijk moeilijk te voorspellen wat zou dan beter zijn. Maar die soorten termijn toch dan die natuur beschermen. Maar... Ja, dat is best lastig, hè? Want die gebieden die zijn. Die natuur die nu in die gebieden voorkomt, die was vroeger echt overal. Als je die kaart van 1900 ziet, dan heb je eigenlijk een heel Twente, heb je dit soort plantengemeenschappen. En ook het landschap wat erbij hoort. Ja. Maar door die ontginningen zijn die helemaal teruggedrongen tot een paar uitzonderingslocaties, zou je kunnen zeggen. Dat is de Mosbeek dan één van. En dus voor dit vegetatietype, dat kalkoenras, ja, daar komt misschien een paar. Ja, een paar hectare grond van in Nederland. Dus als je dat kwijt bent, ja, dan ben je het echt kwijt. Ja. Komt er wel iets anders, maar dat krijg je niet meer terug. Oké. Okay. Was dat een andere vraag? Of, dan ga ik even verder. Dus, ja, dat hebben we dus aan gerekend. Toen zijn we op het zoek gegaan, waar komt dat zand dan voor? Nou, dan wil je liever natuurlijk zand hebben wat uit de buurt komt. Nou, over de grens in Duitsland waren al bestaande groepjes, dus daar hebben we dat zand gevonden. En dan moet je gaan nadenken van ja, kwetsbaar veen, dan kan je natuurlijk niet zomaar met een kraan in gaan rijden of met machines gaan werken, want dan rij je de hele boel aan pap en dan schiet je eigenlijk er niks mee op. Dus dan moet je gaan nadenken van ja, hoe ga je dat dan aanbesteden? Of je zit in een land waarin je ja, alles volgens procedures moet doen, dus je kunt niet zeggen van jij bent de beste, dus jij mag gaan doen. Nee, dat moet allemaal ja, afhankelijk van het budget, moeten de spelregels opgesteld worden. Dus je moet aan de voorkant heel goed nadenken, wat zijn mijn risico's? En, ja, wat moet dan die aannemer wel voldoen? Die moet dan een prijsopgave maken. En dat was een enorm circus. Maar we hebben ook ja, die mensen allemaal meegenomen het veld in. Van, nou, hoe kwetsbaar is het? Ik wil een beetje van de zin die eerder begint, want je maakt heel gewoon iets kapot. We hadden hier een lokale aannemer, Gerbers, die staat ook gewend om dat te doen. En die heeft gewoon heel goed meegedacht. En, ja, toen hebben we gewerkt met platenbanen, zoals je hier ziet, maar ook bijvoorbeeld met rupskruiwagens. En daar gaat misschien een kuub in. Dus je maakt echt aan de rand van het gebied waar de machines kunnen komen, maak je een soort depot. En dan ga je met heel klein materieel, werk je dan dat zand het gebied in, ga je met de schep, dus echt in handkracht, ga je dat verspreiden. Dus hier is zo'n klein gultje, zo'n erosiegultje. En dat is echt gewoon met de schep verspreiden en dat grind ook uitstrooien. Dus je hebt hier een soort grinddrempel, dus hier heb je een stukje verhang, wat heel een soort knikkende verhang. En dan moet even een beetje grind, zodat hè, als dan water op een piek komt, dat het dan dat het zand hier niet gaat stromen, hè, dat verhang, want dan krijg je hier weer een nieuwe gul van. En dan kan je na een jaar ga je weer opnieuw beginnen. Dus ja, op de plekken waar je dus veel ja, overgang hebt van hoog naar laag, moet even versteviging plaatsvinden. Dat is dus grind. En hier is het zand. Nou, en dan zag ik eigenlijk al direct, het is hetzelfde jaar. Dat dus, hier stroomt het nog en hier zie je gewoon, er staat niet veel water. Maar het stroomt, ligt op een helling en het stroomt het veenbron nog af. En dat zie je hier ook langs die randen. En op het moment dat je dus dat opvult, dan wordt het verhang minder en dan krijg je dus stagnatie. Dat stroomt nog wel, maar veel minder snel. En ja, dit is natuurlijk een hele mooie basis voor dat riet wat hier nu staat. En dat riet groeit hier omdat die voedingsstoffen vrijkomen uit het veen. Dus dat gaat met die bottenstokken gaat dat heel snel die gultjes overkluizen. En dan heb je al minder kale bodem. Dus het systeem wordt al ruwer. En uiteindelijk zou het hier voedselarmer worden. Hè, die veenuitbraak vindt niet meer klaar. En dan wordt het te arm voor riet. En dan gaat het riet ijl worden. Het gaat minder hoog worden. En dan komen de veenmossen komen weer terug. Of de dotterbloemen. Dat was een heel mooi verhaal. We gaan een beetje richting afronding. En dus ja, wat is historische landschapsecologie? Eigenlijk is dat landschap gewoon oneindig gevarieerd in ruimte en tijd. Hè? Van hoe ver je terugkijkt, hoe groter die diversiteit is. En die keerpunten in het landschap, ja, die zijn eigenlijk gevormd door een complex set van factoren. Hè? Dus de aarde, de natuur, de mensen. Dat kan ook heel grillig zijn. Ja, wat daarbij helpt is als je in het veld bent, ja, dan vind je die aantrekkingspunten. Dat kan een bepaalde aardlaag zijn. Of een bepaalde plant die ergens groeit, die iets heel bijzonders aangeeft op een kalk of zo. Ja, wat dan hele belangrijke sleutelbronnen zijn, die jullie misschien ook in je studies tegen kunnen komen, dat is oralistie. En gewoon praten met de mensen in het veld. Als jullie ooit je afstudeeronderzoek doen of je stage, je komt iemand tegen, een boer. Ja, vraag gewoon, nou, was het vroeger, was het ook als ze wat doen? Of, dat heb je vaak een enorm verhaal en dat kan je dan ook
spiegel uit die kaarten die je dan ziet en die historische kaarten. Oh, nu snap ik ook waarom dat zo lang niet in cultuur is gebracht, bijvoorbeeld. Nou, die veldbodem kenmerken, dat is gewoon een hele mooie basis. Hè, van, die bodem die vertelt gewoon hoe nat het was vroeger. Die is ook onder hele specifieke omstandigheden gevormd. Dus je weet eigenlijk al hoe het ooit was. Maar ook er zitten soms ook hele bijzondere dingen verstopt. Hè, bepaalde veendaten die je kunt dateren of waar je pollenonderzoek in kunt doen. Dus ja, dat pollen- en vegetatieonderzoek is ook heel belangrijk. Hè. Pollen zal niet altijd lukken, maar vegetatieonderzoek lukt vaak wel. De dateringsonderzoek, dat lukt eigenlijk ook. Ik heb laatst ook studenten begeleid. Die kwamen ook een hele oude veenlaag tegen in Twente op 2 meter diepte. Ja, dan toch een constatering gewaagd. Nou, ik ben heel benieuwd dat eruit komt. En die schriftelijke bronnen kunnen ook interessant zijn. Zeker cartografische gegevens, historische kaarten. En als je ooit echt tijd hebt, je ook in die historie, dan ja, een markenboek, dat gaat echt over het gebruik, het landgebruik in zo'n buurtschap. Ja, dus op dat schaalniveau van een buurtschap gewoon topinformatie. Allerlei conflicten komen aan de orde. In Twente zie je dat in de middeleeuwen gaat het altijd over bos en over het aardelen met varkens in het bos. Omdat die varkens die aten de eikels op en dan werden ze op vet gemest. Ja, toen werd het bos raakte op. Dus je werd eerst nog opgehangen als je illegaal bos kapte. Dat staat er ook allemaal in. Behalve het ondergoed, dat mocht je nog meenemen. Je huis moest je verlaten of je werd opgehangen. En later, ja, dat gaat over het veen raakt op. Dan verdwijnen de venen, dan komt het stuifzand. Dus er komen allerlei thema's langs door de tijd die inzicht geven van wat gebeurde er nou. En dat helpt dus ook heel erg bij die opgaves. Hè, van, ja, wat je natuurlijk in het veld best vaak tegenkomt, ik ook wel eens, dan komt er een boer en die zegt, ja, dan moet ik hier weg op de landbouw voor het plantje, dit of dat. En dat snap ik ontzettend goed. Hè. Als je daar generaties zit, voor die mensen, het is allemaal natuur. Het is allemaal groen en het vliegen vogels en prachtig, prachtig. Maar als je dan verder terug in de tijd kijkt en je ziet dan, ja, hoe elke keer die kantelpunten zijn geweest, dan snap je dat het echt nog maar een schim is van wat het was. Dat het allemaal heel kwetsbaar is. En dus ook al die dingen waar soms ook maatschappelijk heel veel debat over is aan Natuur 2000. Of ja, klimaat, het gaat natuurlijk allemaal raak, het heeft allemaal ruimte nodig. Maar het is geen luxe. En van wat er nog is aan natuur, dat is ook wel echt het minimum van het minimum. Ja, we houden het al bijna niet in de been. En het is allemaal groen. En met die soorten rijkdom die het ooit was, ja. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat vast te houden, omdat die druk gewoon enorm groot is op het landschap. En als je dat lange termijn geschiedenis kunt schetsen, dan kun je mensen ook meenemen in dat verhaal. Dat ze zeggen, ja, natuurlijk gaan we niet terug naar de prehistorie, natuurlijk gaan we niet terug naar 1650. Maar hè, die basis van deze beek hier, hè, je ziet gewoon dat die nu een meter dieper ligt, hè, dat jouw land hier verdort in de zomer en dat het bos hier afsterft. Niet alleen maar stikstof. Het is ook gewoon heel belangrijk deel dat het toch gewoon die loze kraan die kon blijven stromen. Het is een complex van factoren. En je kunt natuurlijk niet allemaal scherp ontrafelen, maar het is wel een knop waar je heel snel aan kunt draaien. Die hydrologie. Ja, daar helpt dit verhaal gewoon heel goed bij. En wat je dan tegenwoordig ook veel ziet, ook om die verbinding tussen de techneuten en de maatschappij ook wat te vergroten, is dat je zogenaamde landschapsbiografieën krijgt. Dus eigenlijk gewoon in gewone mensentaal gewoon beschrijven van hoe is dat landschap veranderd in de tijd, wat zit er nou achter. Ook een heel mens-inclusief verhaal. Ja, dat herkennen mensen ook. Kijk, als je praat op al die doelstellingen en habitattypes, dan denk je van waar gaat het over? Maar als je gewoon het verhaal vertelt, ja, hoe werkte die voorouders van jou nou in het landschap? Waar hadden ze nou mee te maken? Wat waren hun problemen? Maar ook hoe zijn de dingen geworden zoals ze nu zijn? Ja, dan kan het toch haakjes bieden om het landschap weer robuuster te maken. Nou, daar wou ik het eigenlijk bij laten. Dus super bedankt voor jullie aandacht. Het waren toch 2 uur volle verhalen. Dus jullie nog vragen hebben of... ja? Ik heb een vraag en dat is misschien wel van toepassing voor mensen die dan hier zitten en hier dan interesse hebben. Wat zou eigenlijk een mooie manier zijn om, stel je voor je hebt dan interesse in ecologie en archeologie. Hoe zou je dan als iemand die echt wel interesse in heeft, maar er niet echt iets van weet, hierin kunnen stappen? Zijn er boeken of mensen of groepen die je kan benaderen? Ja, wel reclame maken. Dat is een Rommelman, een docent bij Rotterdam-Management. Die gaat een vergelijkbare studie doen, of doet nu een vergelijkbare studie voor de Berkel. Ja. Dat zit in de Achterhoek. Hij wil een landschapsbiografie van dat gebied gaan maken. En hij zoekt dus studenten die dit soort type onderzoek doen. Oh ja, wat die net al in de chat gezet. Ja, dat is een gouden kans. Want de Berkel is echt een hele bijzondere rivier. Ik vind het best wel een beetje dikker lijkt. Er zijn ook alle aspecten die we net besproken hebben, ook al die vakgebieden. Ja, die ga je daar tegenkomen. Het is een hele leesbare rivier, dus alles is geknusseld door de mens. Dus dat is ja, een hele mooie kans. Dus ik denk dat Marcel daar een mooie opdracht heeft. Dus ja, super. En het is ook zo als student ook van
ik ben natuurlijk zelf echt als Bos Natuurlijk begonnen. Ja, je bent natuurlijk vrij om ook daar eigen accenten aan te geven. Dus ja, als je tijd hebt in je afstudeer en je wil een keer een makkelijk doorspitten, ja, doe het. Ja, je moet gewoon niet alles tegelijk kunnen doen, dat gaat gewoon veel te ver. Maar je kunt niet alles nu al te kennen, want ik ben ook nu 42. En dus ja, je kunt ook voor de tijd nemen. Begin gewoon met die basis en je kunt het gewoon uitbouwen. Je kunt ja, ook naar je studie hier daarna staan. Je kunt landsgeschiedenis doen in Groningen. Of ja, je kunt misschien allerlei keuzevakken volgen. Fysische geografie of paleontologie bij de UvA. Ja, er zijn denk ik allerlei mogelijkheden om je te verbreden. Oké. Nino, eco-hydrologie gaan doen. Ja, ontzettend leuke nieuwe. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ik zie ook hier van Marcel en Jeff. Je aanraadt waterstaal en. AHM Del. Ik weet niet precies wat het is. Handel. Ik heb het niet gehoord. Dat is Marcel volgens mij. Ja, Marcel, wat wil je zeggen? Iemand zei AHM Handel. Handel. Allerlei zaken onderzoek. Ja, het is wel vaak zo, van, je hebt vaak een aantal basisbronnen, hè, van, je begint vaak toch een beetje op hoofdlijnen, hè, dus inderdaad AHN, de historische kaart op een rijtje zetten. Je bent toch een beetje op zoek naar keerpunten in zo'n landschap, maar wat zijn dan de grote veranderingen geweest? En ja, ik denk als je daarmee begint, hè, inderdaad een hoogtekaartje, je ziet allerlei sporen, je gaat je vragen stellen. Ja, en je kunt gewoon mensen bellen. Kijk, voor mij waren ook die wetenschappers, het waren hele exotische wezens. Die ging je echt niet bellen. Dat zouden ze ervan vinden als je als student zou bellen. Ja, doe het gewoon, want ze vinden het vaak echt hartstikke mooi. Dus jij natuurlijk niet als je gewoon niks te vragen hebt. Als je gewoon echt even iets aanloopt in het veld van, ik heb nou een zoekskets gevonden, ik heb een foto van gemaakt. Dan denk jij wat het is, dan krijg je vast een zeker antwoord. En als je echt mas hebt, ja, dan zegt iemand van, wij gaan wel een keer mee. Dat kan ook gewoon gebeuren. Mensen zijn gewoon interessant. En het is gewoon ook heel moeilijk als je bijvoorbeeld onderzoek doet en je zit in je kamertje om dit soort praktijk te doen. Daar loop je niet zomaar tegenaan. Dus ook voor een wetenschapper is het soms gewoon heel interessant. Ja, je komt soms iets tegen in het veld wat gewoon niemand weet. En dat kan die mensen ook gewoon weer verder helpen om onderzoek op te starten. Of ja, er kunnen hele mooie voorbeelden aan komen. Bingo, waar je tegenaan komt, maar er een hele mooie veenvulling in zit. Of, ja, daar worden mensen echt heel enthousiast van. En dan zijn ze vaak ook heel erg bereid om data te delen, waardoor je je eigen onderzoek proberen die kan geven. Dat is echt super leuk. Je hoeft echt niet alles in één keer te doen. Ja? Misschien wel een gekke vraag, maar ik heb ooit een horing gedaan, misschien kunt u hem verklaren, ik weet het niet, waar een leem op lag en daaronder een veenlaag. Hoe zou je zoiets kunnen verklaren? Ja, dat. Ik vraag me ook altijd af van wat zou je dan gebeurd zijn, hè? Van als je echt leem hebt, ja, dan zit je toch vaak wel aan glaciale fases te denken, hè? Dus echt oud veen, zeg maar. Ja. En ook als je naar dat veen kijkt, dan zie je ook vaak dat dat ander veen is dan wat je nu vaak. Dus vaak is dat mosveen. En vaak heel compact, dus het is een hele dik pakket grond, het zit vaak op diepte. Dus oud veen zit ook vaak heel diep. En als het heel ondiep is, ja, dan zou je kunnen kijken van ja, Waar zou dat vandaan kunnen komen? Heb ik een zijbeekje of zo, waar sedimenten is afgezet? Of, en dan moet je vaak ook weer uitzoomen. Dus dan pak je je hoogtekaart en dan kijk je fysiek oude bedding of een erosiegeultje. Je hoeft niet altijd heel fors te zijn, het kan ook wat kleiner zijn. Je probeert toch een beetje een haakje te zoeken en dan doe je daar ook een boring. He, van die laag die hier aantreft, hoe groot is dat nou? Is dat een toevalstreffer of is dat echt een grote vlek? En zo bouw ik dat verhaal dan een beetje uit. Het is gewoon zoeken en ja, dat is altijd weer puzzelen. Ja. Maar je vindt, ik heb vandaag ook weer bij Twello, bijvoorbeeld ook weer aanhaald, dan vind je gewoon verschillende landschappen op elkaar. En je vindt een soort oerijsysteem, een soort basisleemlaag of veenlaag, dus overal onderin daarop liggen zandkopjes, dekzandkopjes. En dan weet je eigenlijk al, hé, dat zand is van de jonge fase. Wanneer kan dat zand hier nou zijn afgezet? Is er iets van gezet? En dan zie je een historische kaart op een kampje liggen. Nee, dat is niet door de mens gedaan. Je gaat gewoon dingen afpellen. Hoe ziet het materiaal? Is het heel homogeen? Zijn de korrels allemaal even groter? Is het heel wisselend, met grinten door? Ja, dan moet het waarschijnlijk gespoeld zijn. Het is heel heterogeen. Ik zie fijn zand en grof zand, dus daar moet een groot proces achter zitten. Ja, dat kan je ook eens met mensen bespiegelen van, ik denk dat het dan niet wind is, want het is dan heel divers. Nou, wanneer heb je processen gehad die zo grootschalig zijn geweest? Die IJssel, ja, die ligt
10 kilometer verderop. Nou, dat had toch eigenlijk niet wat moeten dat zijn geweest. Nou, dan heb je ook wel mooie dingen, zoals bijvoorbeeld de paleogeografische kaarten van Peter Vos, die heb je misschien wel eens gezien. Die staat ook bij de RCJ, die op verschillende tijdsfases heeft die reconstructies gemaakt van het landschap. En dan zie je dus dat er soms grote veenmoerassen lagen, dat rivieren op hele andere plekken lagen. Dat zijn ja, op hoofdlijnen hele mooie bronnen om naar te kijken. Maar vooral die verwondering denk ik, van je komt tegen iets geks tegen. Je denkt van ah, dat zal er niks zijn, maar gewoon het aandurven van ja, wat zou het kunnen zijn en erover nadenken. Ja, dat is het belangrijkste.